We zaten eigenlijk al gelijk in flow te praten. Nee, dat Mark Het is hier. Yes. En uh, nou ja, de opvolger van Drive heet Flow. En, en nou ja, gaat daar ligt daar, nou, ligt het in het verlengde van? Krijg je door Drive Flow of krijg je door Flow Drive? Ja, bij mij komt Drive best wel natuurlijk op één. Ja en dat is gewoon een persoonlijke ambitie. Ja, yeah. Ik ben niet voor niks. Ja, je vraagt je af, uh, word je nu topsporter omdat topsport jou kiest of kies jij topsport? Dus mm -hmm. dat zit gewoon wel in me. Dat heb ik ook wel van mijn vader als ik naar hem kijk. Um, alleen ja, als je heel veel drive hebt, je wil ergens naartoe, je bent ambitieus, dan, ja, dan loop je wel eens tegen een muur op. Uh, en uiteindelijk ben jij zelf vaak die muur. Yeah. <laughs> ja, <laughs> kom je dan achter. Ja, ja, ja. En flow gaat eigenlijk meer over verdieping. Want dus drive voor mij was heel erg. Uh, mijn eigen levensverhalen vertellen en, en die combineren met de lessen die ik uit het Stoïcisme haal. Hè, het Stoïcijns-filosofie, waar ik ja. echt fan van ben. Dat ja. is een bepaalde levensleer-filosofie, die uh, komt van de oude Grieken, 300 voor Christus ontstaan. En dat, daar zit zoveel wijsheid in. En daar wilde ik nog iets mee doen. Maar dan meer op een manier uh, ja, om het meer tot leven te brengen met andere verhalen. Dus hè, verhalen brengen voor mij iets tot leven. Je kan een heel concept neerzetten. Je kan een hele. Ja, filosofie volgen. Je, je kan principes eruit halen. Alleen op een gegeven moment, ja, zo leef je niet. Je ja. leeft met verhalen. Tenminste, ik wel. Ja, ja, ja. Uh, nou, en dat is echt waanzinnig gedaan. Dat was al bij Drive, uh, maar nu nog meer. Oh, ik heb het boek echt verslonden. omdat gewoon elke keer het begint een hoofdstuk met een verhaal waar je dan heel benieuwd bent. Nou ja, gewoon naar hoe dat verhaal verder gaat. En dan, nou ja, krijg je een stukje theorie ja. en uiteindelijk, uh, nou ja, krijg je. Natuurlijk dat verhaal, ook de les daarvan. Uh, ik vind het wel grappig, want ik heb uh, recent uh, Jan Bommereen gesproken. Ken je hem? Nee. Hey. Hij is, ja, ik heb het hier echt nog lezen, wat het is, ja. het is hè? Hij is echt van de klassieker flow en de kunst van het oh. zaken doen. Ja. En hij heeft nog zo'n boek, oh, uh, een, een Minder Moeten, Meer ja. Flow. Ja, ja, er zijn meer boeken die flow hebben. Ja, 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 nee, maar, maar de grap ja. is, daarom haal ik het toch even aan. Ik realiseer me nu, hij niet wetende dat jij hier mee bezig was, denk ja. ik, of wel, dat ergens het stoïcisme nog uh, heel kort ter sprake kwam. En dat hij, ja, hij heeft het gewoon heel erg over gevoel en in je lichaam mm -hmm. voelen. Dus hij mm -hmm. had zoiets van, eigenlijk over het algemeen zou je kunnen zeggen dat hij mindset, nou ja, mm -hmm. het stoïcisme is een mindset. Ja. Dat dat... Uh, nou, daar was hij voorbij, zei hij. Ja, ja, ja. Uh, ja, maar goed. Ik denk ja? dat jij als sporter sowieso best wel goed bent in voelen. Ja, zeker. Je lichaam aanvoelen is, uh, dat is een hele grote basis van heel veel dingen. Ja. Um, je lichaam, als je het echt durft te voelen, ligt vaak niet. Uh, dat overschrijven we vaak met ons hoofd. Ik ben ook overtraind geweest. Uh, ja, ja. Dan denk je van, ik beuk door een muur en ik beuk door een muur heen. Maar... Die twee gaan, lichaam en geest, het is ook al een eeuwoude ja, ja. discussie, die gaan nooit natuurlijk zonder elkaar. Dat zijn twee nee. eenheden. Je bent één, het is niet een gescheiden concept. Nee. Nee. Je hoofd zit hier vast, uh, hier zitten de hersens in. Dat is onderdeel van je lichaam, dus in die zin is wel alles lichaam. Maar je kan je natuurlijk gek maken uh, met je hoofd. Uh, en daar zijn wij mensen heel goed in. Uh, nou ja, daarmee maak je die muur, zoals je dat net schetst. Hè? Ja, precies. Dus het is heel goed om te kunnen reflecteren, om na te kunnen denken, om dingen te onderzoeken. Uh, ja. Dat, nou ja, dat zit ook in ons mensen. Wetenschap is niet voor niks ontstaan. Filosofie is niks voor niks ontstaan. Uh, dat is eigenlijk mooi ontstaan al een paar honderd jaar voor Christus uh, op die Agora, op de markt in Athene, ja. waar alles ja. samenkwam. Wetenschap, filosofie, geloof, handel, democratie, politiek. Uh, dus in die zijn geloof ik er veel meer in dat. Uh, ja, dat dat onderzoeken van ons leven, dat dat heel waardevol is. En dat doe je eigenlijk ja. vooral via filosofie. Dus goede vragen stellen en ook daar kritisch over zijn. Uh, daarover nadenken. En, en natuurlijk heeft, het is, is een beetje een misvatting van het stoïcisme... dat dat puur een rationele filosofie is. Er zit heel veel rationaliteit in. En dat heeft voor mij ook heel veel waarde om ja. dingen te checken. Ja, als ik alleen met mijn gevoel zou zitten... dan zou ik ook verloren kunnen raken. Dus mm -hmm. die twee dingen, die hebben heel goed met elkaar te maken. En eigenlijk wat het stoïcisme heel knap doet... Is een bepaalde manier van leven omschrijven waardoor je die negatieve emoties iets meer kwijt kan raken. Waardoor je dus, hè, dat bedoel ik eigenlijk een beetje met flow, mm -hmm. waardoor je iets meer in flow komt, meer in een soort status komt van meer gemoedsrust. Waardoor je ook beter kan nadenken, beter logisch kan nadenken, waardoor je verstandigere, wijzere keuzes kan maken. Ja. Of misschien zelfs helemaal niet meer echt hoeft na te denken. Want in flow, maar ik. ik... Ja, de, de perfecte Stoïcijnen zouden. Hè, en ik denk niet dat die bestaan in ons leven, de perfecte mens. Maar de, de Stoïcijnen hadden ook een soort ideaalbeeld. Een saga, de wijze. Mm -hmm. En die doet altijd alles perfect. En dat gebruikten ze natuurlijk als een soort model. Van ja, ja. als je dat doet, ja, dan ben je altijd in flow. Want dan ben je nooit innerlijk in conflict. Uh, ja, en dat is de realiteit van ons leven natuurlijk niet. Je moet het niet eens in willen, verzicht. Nee. Uh, alleen het is wel leuk om het ideaalplaatje voor je te houden. En te denken, ja, waarom. Streven die mensen daar? Waarom hebben ze daar zoveel over nagedacht? Uh, en dat gaat niet los van gevoel. Die dingen die, die gaan met elkaar. Juist ja. als je dat goed voor elkaar krijgt, kom je heel dicht bij uh, wie je bent in de kern. Uh, en als je dichtbij komt wie je zelf bent in je kern, ja, kun je ook beter connectie maken met anderen. Dus ja. dat zit allemaal aan elkaar vast. Dat vind ik leuk van stoïcisme. Dat is een geïntegreerde filosofie. Dus het is niet een los nee. stukje wat je ergens uitpakt en denkt, nou, dit is een leuke les... Of een mooie live hack, en uh, ik weet het en uh, ik ga lekker door. Het is iets wat je ja, in elkaar probeert te flansen, een soort puzzel. Mooi gezegd, en ik raad de mensen aan om of ons eerste gesprek te luisteren. en of het gesprek met Elke Wis. Uh, wat ik had over het Socratisch gesprek. Ja. Dan voel je namelijk ook wel. Uh, ja, niet dat ik daarna nou altijd op zoek ben. maar uh, voordat in dat mensen echt het oude. stoïcijnse gevoel erbij hebben. dat het heel, nou ja, ook heel spiritueel is. En dat komt ook zeker in dit boek wel uh, tot uiting, in Flodus. Even uh, voor, hè, dat is allemaal een beetje definitie geding. Mm -hmm. Maar ik begrijp dus, ik ben geen sportman, maar dat flow in de sport een iets andere <laughs> ja. duiding heeft. Nou, wat, je, wat, wat flow in sport eigenlijk is, is dat je. Het, het heeft raakvlakken, maar daar zie je het veel meer als: hé, hey, um, wat ik wil bereiken klopt heel erg met hoe ik me voel. Dus hè, ik, ik, um, ik ben in, in een staat van. ...vandaag gaat alles gebeuren. Dus als je zegt een sporter is in flow... ...dan heb je eigenlijk niet meer door wat je doet. Dan nee. staat je eigenlijk een beetje... ...gaat alles vanzelf ja. als in flow. Dus, Vooral ja, dat... ook dat denken is weer een beetje... ...aan hold ja, gezet misschien. Of... Eigenlijk is het combinatie tussen... Uh, ...je heel erg goed voorbereid hebben... ...dus je voelt je heel erg klaar voor je taak. Daar heb je goed voor getraind. En uiteindelijk laat je los... Uh, ...wat het resultaat van die taak is. Dus uh, Het is in principe ook heel stoïcijns. Dus, uh, tuurlijk doe je er alles aan om te winnen. Ik ben sporter, ik wil gewoon die wedstrijd winnen, klaar. Maar... Uh, dat laatste stukje is het loslaten. En dan, als ik in mijn hoofd bezig ben, als een startschot gaan met: ik moet een gouden medaille winnen. of ik moet mijn, mijn voet zo over die andere heen zetten op het ijs. en dan ga ik beter schaatsen. dan zit, ik in mijn, hè, dan zit je yeah. echt in je hoofd. Ja, ja, ja. Uh, en zo werkt het niet. Uh, je moet eigenlijk gewoon dat startschot maar laten komen. En je, dat zouden de stoïcijnen zeggen: je concentreert op je innerlijke instelling. En dat wil zeggen: voel ik angst voor een start? Jazeker, als je onder druk staat. Nee, je kan ook moedig zijn. Je kan iets ja. tegenoverzetten als moed. En dat is gewoon alles doen. Gas geven. Het resultaat denken loslaten. En eigenlijk maar je overgeven aan een moment. En als, als dat gaat en het start goed gaat en je raakt daarna alles. Ja, dat noem je in sport eigenlijk flow. Dan ben je niet bezig met wat je moet doen. Dan ben je eigenlijk gewoon. Ja, dan, ja, het is bijna een soort. Alsof het vanzelf gaat. Ja, je bent ja. er niet eens zelf meer bij bijna. Je komt over de streep en je denkt: Hé, heb ik dit gedaan? Nou, ik schreef automatisch het woord overgave op. Uh, maar dat is ook... Dus, dus wat is dan het subtiele verschil ja. met, met uh, flow? Uh, nou ja, waar je boek over gaat... en ja. wat ik als niet-sportman ook wel kan ervaren... Uh, ja. bijvoorbeeld in een nou, gesprek. Nou, wat je, wat je als flow hebt in, een, in sport... Dat had ik natuurlijk in Frankfurt toen ik goud won... dan voel je die flow. Mm -hmm. um, wat de stoïcijn eigenlijk bedoelen met flow... is meer een levensflow. Dus uh, ja. uh, een zenu, de oprichter van het stoïcisme zou zeggen... Ja, een rijkelijk stromend leven. Dus eigenlijk een leven... Waarin alles vloeit. Uh, ze zijn echt fan, de Stoïcijnen van de natuurfilosofen die voor hun kwamen. Er was een beroemde filosoof Heraclitus, Pantarij komt daar vandaan, dat ken je misschien wel. En dat is letterlijk alles stroomt. Ja. Uh, dus dat is de levensflow die zij bedoelen. En, en wat er eigenlijk in zit, is niet. Oh, ik trek me terug uit het leven en ik ga uh, op een bounty-strandje zitten met een cocktail in mijn hand. Ook leuk. Maar veel meer, ja, je, gaat, je hebt een keuze vaak in het leven. En ja. De weg die je gaat met al de obstakels op dat pad, hè, de, en daar spreekt bij mij alweer de ambitie uit: hè, je gaat ergens naartoe, je wil ergens komen, het gaat nooit zoals je wenst, maar die moeilijke weg kiezen, de lessen die je daar leert, ja, daar kun je je doorheen uh, bewegen op een mooie manier als je goed in het leven staat ja. en als je je op je innerlijke instelling richt. En ja, dat is voor mij meer flow, dus uh, eigenlijk niet. Idealiter helemaal niet in conflict zijn, um, maar dat ben je natuurlijk altijd. Maar dus die, 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 die volgende stap zetten en toch weer uh, daarvan herstellen en daarvan leren en daardoor heen bewegen. Uh, ik, ik omschrijf het de mooiste metafoor: is het vind ik een, 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 een surfer die op een golf surft. Hè? Je yeah. probeert op het topje van de golf, de golf in te duiken. En je voelt je in balans. Uh, af en toe flik je van je bord en dan word je ge gewasht door de, door de branding. Je staat weer op en je gaat weer nog een keer om. En als je dat lukt, als je zo'n hele lange golf pakt en, en je bent in beweging en af en toe hé, je bent in connectie met de ja. elementen, met de natuur, je staat op je surfboardje door het leven te gaan, ja, dat is een beetje wat uh, een rijkelijk stromend leven is. Ja, het is een mooie metafoor ook omdat het gewoon, nou ja, dat is, uh, het gaat gewoon heel erg om dat de hele tijd proberen en het gewoon doen. Proberen ja. op je bek gaan doen, weer opstaan en ja. uh, daar weer lessen van leren. En wat ik sowieso naar de aankoppelen. Ja, dat zijn hele mooie ja, karakterwaarden. Hè? Dus de Stoïcijnen koppelen dat altijd wel. Als je de juiste weg kiest, mm -hmm. is het een bepaalde manier van handelen die een bepaalde karaktereigenschappen weerspiegelt. Dus het is, het is niet uh, zonder uh, leidraad. Uh, het is juist een hele. Ja. Uh, ja, en dat laatste, zonder dat het inderdaad een soort regelboek of een manifest wordt, ja. maar het kan lekker zijn. En ik vraag me af ja, of dat bij jou helemaal tot in je feest mm -hmm. zit. Of dat je soms nog wel eens kan denken in een situatie waarbij je gewoon overmand wordt door gevoel hmm. Oké, okay, wat, wat, wat zouden de Stoïcijnen hierover zeggen? Of wat zou... Nou oh, ja. constant. Ja. Ik ben van nature helemaal niet zo Stoïcijns als in constant in flow. Uh, nee, precies. Dus dat helpt je wel om... Ja, in constant en flow is ook niet hè, de hele dag mediteren op nee. een, een bedje zitten. Het is nee. meer, ja, uh, ik sta op een voetbalveld met een voetbalteam en ja, ik krijg ook wel eens een trap tegen mijn benen natuurlijk. Ja. en dat, dan denk ik niet, uh, oh dit hoort erbij, ik sta weer op en ga door, weet je? dan, nee. uh, dan, dan, dan wil ik ook bijna iemand aanvliegen omdat ik een, een soort doodschop af en toe krijg. dus dan is mijn eerste reactie, hey, doe eens even normaal. en dan ja. komt allemaal geschreeuw vanaf de tribune. en dan dan laatst op een voetbalveld komt iemand naar me toe en zegt, ja, wil je even vechten dan? ik zou waar. Wie zegt hier iets over vechten? Ik zei: Je kan toch even een handje geven? Je, 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 je schoot mijn, mijn been bijna door midden. Weet je, dan ben ik ook. Dan heb ik ook even discussie. Ja. Dan uh, ben ja. ik echt. Uh, maar maar dan ga alsof... ik daarna wel. Dan denk ik: Oh ja, dit is een impuls. Dit Is in het moment. Ja. Weet je, maar daarna ga ik in de rust. Dan uh, loop ik even. Hé, hey, maar wat was dit? Ik, zo, ik, ik bedoel, geef mij een handje. Want je schreef me toch een schop of niet? Ja, ja, dat klopt. Maar ik dacht dat je wilde vechten. Ik zei: Ja, dat zeg ik toch. Dus dan ga je even met elkaar in gesprek. Dan denk je: Oké, okay, laat ik maar de. Kanten waarin hier de wijze zijn, dat, dat is een beetje de manier waarop je het overneemt. Ja. Uh, tenminste, wat ik geleerd heb. Van nature er zit heel veel vuur in mij, natuurlijk, heel veel ambitie. En denk je ook van uh, ja bekijk het allemaal maar. Ik ga hier naartoe. Alleen de echte waarde in het leven uh, is toch ook wel ja daar goed mee om kunnen gaan. Uiteindelijk is de frustratie of de boosheid, die hou je bij jezelf en daar heb je alleen maar zelf last van. Uh, en dat kun je beter. Uh, maar zo snel mogelijk op een wijze manier oplossen. Ja. Maar denk jij, dat is een beetje algemeen, maar ik ben, ja, jij bent natuurlijk heel erg van uh, dat je dingen kan trainen. Ja. Maar denk je dat er altijd een soort primaire, ja, zo ben je nou eenmaal in essentie reactie komt, waar je vervolgens, nou ja, zoals je dat net omschrijft met het sportveld, hè, wel eventjes adem kan halen, op terug kan komen, of in ieder mm -hmm. geval het, het herstellen. Of zou je ook echt die primaire reactie kunnen veranderen? Nee, ik denk dat je die primaire reactie altijd ergens houdt. Dat zit ja. hier je karakter, en je opvoeding, wat je ja. meegemaakt. Um, alleen ja, dat vind ik een mooie van de Stoïcijnse filosofie. Het rationele stukje komt daarna. Ja. Uh, dus je eerste impuls, uh, als er een storm komt en je, uh, ja. je trekt wit weg, help. Ik ja. uh, werd de eerste Olympische race die ik reed, de duizend meter, werd ik vijfde. Ja, toen smeet ik een bilon tegen de muur. Toen was het bij ons in de kleedkamer stil. We werden met ons team vierde, vijfde, zesde, dat is niet waarvoor je daar komt. Nee. Dus dan ben ik heel, ja, dat voel ik heel veel frustratie. Weet ik eens omschrijven in flow een verhaal dat ik dan loop ik naar het Olympisch dorp en daar staan van die hele aardige vrijwilligers en dan, ah, ja. ja, dan wil ik uh, het liefst wil ik iemand aanvliegen dat ik denk van, maar dat is allemaal frustratie in mezelf. Ik ben vijfde geworden op een speler. Ik kom hier voor medaille. Iedereen om me heen, oh medaille hier wint. En die gast die vraagt gewoon iets van. En oh. hoe was uw dag? Ja, het is zeg maar deze vrijwilliger. Aardig, <laughs> aardiger ga je ze niet krijgen. En je die, die hebt zo'n zo security check, zoals op een vliegveld. En daar leg ik mijn, band, mijn, mijn tas met schaatsen op de band. En die inderdaad die man vraagt: How ah, was your day, sir? En ik denk alleen maar: Ah, <laughs> ik wil nu iemand aandoen. Maar op dat moment, en dat is het mooie: hè? je weet, je hebt geleerd. En dat is een rationeel proces, deels. Oké, okay, die frustratie zit in mij. Als ik nu iemand anders uitscheld, dan, dan, dan zit ik aan mijn karakter. En dat ja. is wat de Stoïcijnen eigenlijk een doodzonde vinden. En daar ben ik het met ze eens. Weet je, als ik nu iemand uitscheld, dan ben ik lekker mijn frustratie kwijt. Dan heb ik een hele aardige vrijwilliger die daar staat. Ja. Godzijdank staat hij er. Uh, ik ben gewoon een eikel geworden dan. ik zei, dat wil ik niet. Dus ja, ik zeg zoiets van: uh, uh, Could have been better, but thanks for asking. En ik leg die tas op de band. Ik zet mijn tas neer in mijn appartementje. En daar zet ik eigenlijk de knop om. En ik denk: ja, weet je, ja. alles wat geweest is. Uh, ja. Dat is geweest en dat doet pijn. Het is niet, het is niet om het gevoel weg te nemen. Nee, 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 nou, nou, ja. Ik ben er wel weer overheen. Ik nee. ga wel lekker slapen. Tuurlijk doet dat pijn. Exact. Nou, dat wilde ik wel even zeggen. Omdat. Uh, en zeker met zo'n beeld. wat je net schetst. met, met zo'n bidon weggooien. Ja. Ergens denk ik ook. Oh, dat is wel nodig. En als ja, ik tuurlijk. bijvoorbeeld naar mezelf kijk. Nou, dat zou ik, ik. Ik heb het in het verleden vaak niet gedaan. Er overheen gestapt. En als ja. je het hebt over. Nou ja, met een groot woord trauma's en dingen. Dat ja. is alleen maar omdat je op dat moment even niet handelde uh, naar je gevoel. Ja, dat is ook, dat is ook niet. Als je, als je topsporter bent en dat is de wereld waar ik uitkom. en je stapt op een veld en je, je verliest dik. en daarna denk je, oh, nou leuk uh, uh, iemand uh, biedt je. Ja, dat kan ja, niet. Dat kan niet. Dat ja. is, maar dat is de overeenkomst. Ook wel topsport en ook wel het ondernemen wat ik doe. Of als je, en dat raakt weer aan ambitie waarmee begonnen is. Als je echt iets wil bereiken. Wil je dat vaak diep van binnen? Ja. Hè? Niet iets voor iemand anders bereiken. Je wilt het van binnen bereiken omdat ja. jij het wil. Het past ja. bij jou. Ja. Ja. Het is wie je bent. Het is een uitvloeiing van je persoonlijkheid. Maar als je dat gaat doen, dat betekent dus ook dat als het niet lukt, het je persoonlijk raakt. Als je ergens in zit als ondernemer, zit je er met je geld in, met je tijd, met ja. je naam. Ja. Ja. Met je... Ja. Ja. Dus als het mislukt, dan, dan... Tuurlijk raakt dat je persoonlijk. Uh, dus het is ook een oproep om dat juist te doen. Ja. Maar als je die persoonlijke frustratie of dat verdriet of dat verlies doorlaat zijpelen en te lang met je meeneemt, ja, dan drukt het op je negatief yeah. en dan word je leven niet leuker van. Nee. Dus de kunst is om alles te kunnen geven, maar toch ook te leren en dat kun je wel trainen. Dus niet de eerste impuls van dat verlies en de verdriet, mm -hmm. dat mag natuurlijk mag dat er zijn, maar je kan het wel trainen om dat los te laten, die knop om te zetten en naar de toekomst te kunnen kijken met lessen die je hebt geleerd, maar gewoon er wel weer vol tegenaan gaan. Bam, ja, wat een spirit. Spreekt uit het hele boek. Wat ook heel leuk is trouwens. Dat is echt... Ik zat nog even te denken van ah, ga ik het delen? Mm. Maar het, het voelt... Ik, nou ja, aan het eind van elk hoofdstuk uh, kan je een, een, ja, moet, je, moet je een zin invullen eigenlijk. Mm. En uh, aan het eind van het boek dan uh, komen al die zinnen achter elkaar. Ja. Dat is dan jouw, jouw levensfilosofie. Het doet me een beetje denken aan... Maria, hoe heette dat ook alweer? Wat wij gedaan hebben met die, met die zinnen. Oh ja, Pantoumia, ja. ben je daar bekend mee? Ja, dat zegt me iets. Nou maar ja, is... het is een beetje dat je gewoon wat vragen krijgt ja. en daar een antwoord op geeft. En, en uiteindelijk maak je daar, ja, ik zeg maar even een rap maar dan van. Of, ja, ja. of een rijm. Ja. Omdat die zinnetjes de hele tijd terugkomen. Dat is ook een beetje de herhaling dan. Mm -hmm. Daar moest ik heel erg aan denken bij wat jij deed. Uh, want ja, aan het, aan het einde van het boek heb je dus braaf al die zinnetjes ingevuld. Nou ja, daar komt me een. Een spirit vanuit jezelf ineens uit. Ik vond ik, nog wel. Ja, ik schaam me er bijna een beetje voor. Omdat ik hem wel gewoon te groot vond, als ik eerlijk ben. Om het te delen, bedoel je? Ja. ja? Nou ja, ja. Ja, maar ik snap het hoor. Dat, dat is... en, ja. en daarnaast, wat. Ja. En ik vind ik het ook dat je daarmee gewoon dan al mensen een soort voorbeeld geeft. Terwijl. Uh, nou, ja, het is altijd lekker als je het echt puur vanuit jezelf doet. Maar ik vind het een hele goede. Is er iets wat je wil delen? Ja, nou ja. Ehm. Um, om je even leiden voor de mensen ja, die niet. Ja. zeg maar Wat ik heb gedaan is eigenlijk iedere hoofdstuk dat omvat een training. Dus ik krijg ook heel veel feedback van Drive, van mensen die, die training hebben gedaan. Die er echt iets ja. heel tofs mee kunnen. Dus het is niet alleen lezen, je traint het. En wat het leuke is, hé, ik heb tien principes omschreven. Uh, en als je die tien principes uitwerkt in een training, dan wat ik eigenlijk probeer te zeggen, is: je wil niet. Je hoeft niet mijn filosofie te volgen. Of precies de stoïcijnen, ontwikkel je eigen levensfilosofie. Ja, ik zou het heel tof vinden om. Denk goed na wat die stoïcijnen bedachten, daar zit heel veel in. Ja. Maar als je je eigen levensfilosofie ontwikkelt uh, en antwoord geeft op die principes voor jezelf, ja, dan heb je iets meer richting uh, en weet je waar je beter denk ik waar je naartoe wilt. En dat is denk ik best wel een mooie zoektocht in het leven, richting vinden. Ja. Nou, als ik er eentje mag delen, maar meer, nou, het is dan toch wel een beetje zelfvervlek, vlek. Maar ik werd er echt wel blij van. Dat gaat over onderdeel zijn van een geheel. Ja. Um, en we kunnen straks wel eventjes die die tien punten doornemen. Ja. Uh, dus dat is, is dat teambelang? Ik weet ja. even niet. Ja. En dan uh, is het de bedoeling, ja, ik, sorry, mijn eigen aantekeningen zijn gewoon heel uh, kort door de bocht. Maar uh, dan is het de bedoeling dat je ingeeft wat je, wat je eigen waarde geeft? Is dat, of heb ik dat zelf verzonnen? Mm -hmm. Nee, het is, uh, dus eigenlijk geef je aan wat je verbindt met de rest van de wereld. Dus uh, ja. de stoïcijnen zou zeggen uh, dat teambelang. Uh, het begint allemaal bij jezelf. Ze zijn niet naïef. Hey, nee. Jij bent bezig. Eigenlijk, je, je leeft met jezelf. Je bent jezelf. Dus je, je wil overleven. Je eerste impuls als mens is gewoon om te blijven leven. Ja. Dat is heel logisch. En uh, uh, je kiest puur, voor ja. jezelf. Ja. Maar daarnaast heb je vrienden, familie. Je hebt Herocles. Dat was een, een stoïcijn die leefde in de tijd van Marcus Aurelius. Verder niet zoveel over bekend maar die schreef, omschreef het eigenlijk als concentrische cirkels, dus je begint bij jezelf, Daaromheen leg je een laag van familie, vrienden, je gemeenschap, dorp, land, aarde, um, en eigenlijk geloven de Suijana's heel erg dat het een verbinding is met elkaar. Dus ja, um, ja dit vind ik sowieso. We zijn een sociaal ja. dier, wat verbinding zoekt met andere mensen, en dat is natuurlijk verbinding echt maken met andere mensen, of je nou in de zaal staat voor een publiek met vrienden, ja dat. Dat is, we zijn sociale dieren. Dat geeft ons leven waarde. Ja. He, we hebben uh, onze hersenen om onszelf te kunnen bedenken, sturen, leren. Maar we zijn sociale dieren. Dus onze natuur is om dat op te zoeken. En de stoïcijnen zouden zeggen: de instelling die jij naar anderen hebt, zou eigenlijk dezelfde instelling moeten zijn die je naar jezelf hebt. Ja. He, als je van jezelf houdt, uh, daar tevreden mee bent <laughs> en uh, je familie, vrienden. Dan is het natuurlijk om die cirkels proberen uit te breiden. En natuurlijk kijk je naar een, uh, een, een, een dorpsgenoot anders dan naar je familie. Of naar je dorpsgenoot anders dan ja. naar een wild vreemde van buiten. Uh, dat is natuurlijk. Net zoals je voor jezelf eerst zou kiezen. Alleen, zo zou zeggen... Probeer naar iemand anders te leren kijken. Zoals je naar je naaste familie of naar jezelf zou kijken. En daarmee kweek je uh, meer begrip. Kweek ja. je meer verbondenheid met iemand anders. Um, en dan hoef je, ja, hoef je minder met elkaar te vechten. Dan kun je gewoon. Uh, die verbondenheid voelen als mensen hier op een aarde. En misschien zou je nog verder kunnen trekken met ja, de aarde zelf. De kosmos noemde de Stoïcijne de natuur, de menselijke natuur. Dus ja. in die zin zijn ze ook wel enigszins mystiek. Nou, precies. Dat, ik, ik vind het echt leuk, omdat het, ik weet niet, ben je bekend met uh, non-dualisme? Ja. Dus dat is heel ja. erg dat alles is ja. één en dat ja. wordt dan een beetje abstract. En ik, ik deel ja. heel erg je mening wat je net zegt over, nou ja, dat je buurman en je familie zitten wel weer verschil in. Maar tegelijkertijd, ja. nou ja, het voorbeeld wat je net aanhaalt, van uh, die gasten op de spelen die jou aanspreken. Ja, als je boos tegen hem had gedaan, ja. was dat voornamelijk omdat je boos op jezelf was. Dus, ja. dus het is altijd heel erg. Uh... Ja, juist hoe jij kijkt. Dus hè, of, het, of het nou waar is of niet. Of je het wel of niet gelooft. Dat we met z'n allen verbonden zijn. Voor de stoïcijnen gaat het eigenlijk heel erg om. En dat vind ik een heel mooi principe. En dat omschrijf ik. Uh, iets later ook in mijn boek heb ik zelf heel erg geleerd. Hoe je naar iemand anders kijkt, heeft gewoon heel veel weerslag op, op jezelf, maar ook op de verbinding met iemand anders. Dus als jij al ja. met iemand anders in contact komt en je denkt al van uh, nou uh, mm -hmm. blijf maar op afstand. En dat kan soms ook gezond, gezond of zijn. Dan ja, ja, kan iemand ja, naar nee. je toe komen en denkt. Hey, dus, uh, die figuur, die, die vertrouw ik niet helemaal. Nee. Dus je gezonde eerste reactie of impuls tot overleven, mensen op afstand houden, of yeah. je hebt natuurlijk mensen die verkeerde intenties hebben, prima. Maar je innerlijke instelling richting anderen, ja, dat zou er één moeten zijn van welwillendheid. Yeah. Uh, en dat is gewoon een mooi woord uh, om daarbij te pakken, vind ik. De welwillendheid naar anderen. Dus als je de welwillendheid naar jezelf en naar je vrienden kan creëren, en die heb je waarschijnlijk, en als je dat beeld vast kan houden en dat naar andere mensen kan leggen, ja, dat is... Uh, dat is denk ik een kunst die uh, die je uh, die je uh, uh, helpt in flow uh, ja. te raken. Ja. En wat is het zinnetje wat bij dit hoofdstuk hoort? Uh, hoe uh, moet je het invullen? V zinnetje vier. Dus heb ik even. Ja. Uh, in hoofdstuk tien komen al die zinnen. Eigenlijk er staat een oefening in uh, in hoofdstuk vier over uh, dat je dat je dit probeert. Hè? Probeer ga op een ergens zitten op een rustige plek. Voel wat je voor jezelf voelt, voor je vrienden, voor je naasten. Probeer dan te bedenken. Probeer er eens mensen in te brengen die je niet kent. of waar je misschien een hekel aan zou hebben. En kun je dat Precies. gevoel dan verder leggen? Um, als je daar een zinnetje over hebt in hoofdstuk 4. dan breng je dat naar hoofdstuk 10. Waar al die zinnetjes samenkomen. En ja. 4 is: ik ga voor het teambelang. en maak mijn wereld groter. Ik voel me verbonden ah. met anderen en de wereld omdat. Dus eigenlijk heb die zin ja. die blijft over in ja. dat hoofdstuk. Ja. ja, die breng je hierin. En dat, en omdat. En, en, en toen dacht ik: ik, ik schreef het. Uh, omdat het mijn eigen waarde geeft een onderdeel te zijn van een geheel. Hm. En dat. Uh, ik, ik was er zelf een beetje verbaasd over. Omdat ik dacht. Hey, nee, nee, dat klopt niet. Want het gaat juist niet om mezelf. Maar ik dacht. Ja, dit is wel precies wat het is. Nou, dit zijn ook twee communicerende vaten. Mensen ja, denken dat het ja, vaak ja, exact, gescheiden systemen exact. zijn. Van uh, ik heb mezelf en ik heb de wereld. Ja. Hè, dat is net als gevoel, verstand. Het, het zijn co twee communicerende vaten. Als jij voor jezelf zorgt. Um, en je leert zelf. En je wordt hopelijk uh, groeien. En kom je op een. Uh, de, dan kun je ook meer in relaties naar anderen brengen. En als dat mooier wordt, dan worden die relaties wel leuk. En brengen, ik heb vrienden waar ik ja, ja. af en toe mee ga uit eten of op vakantie ga. En we worden ouder, je komt verder. Uh, we hebben super mooie gesprekken over, over het leven. En hoe meer we op tafel durven gooien van onze eigen pijn, hoe meer ja. we erover leren, hoe meer we. We hebben allemaal dingen meegemaakt in ons leven. Ik ben 43. We zitten op die leeftijd natuurlijk. Dat je. Hey, uh, relaties gaan soms stuk. Je verliest uh, mijn moeder bijvoorbeeld. Hey, je ja. verliest daarnaast een vriend van mij. Ook zijn moeder verloren. Uh, iemand krijgt kanker. Iemand ja. krijgt... Uh, en die dingen, als je die openlijk op tafel durft te gooien... wat dat met jou doet en hoe je voelt richting vrienden... Ja, dat is zo fantastisch. Dan krijg je... Boom, ja. dan, krijg je, dan krijg je zoveel terug. Ja. En uh, ja. Ja, dan wil je de volgende dag als je iets meemaakt... wil je het liefst weer die, die vriend opbellen en zeggen... Ja. Hey, yo, ja, 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 dit mooi. is er nu met me aan de hand en dit gebeurt er. En dat is uh, dat proces, ook van transformatie... Ja, dat, als, je dat, als je dat geeft, en ik heb nu, eh, noem even gewoon een voorbeeld van vrienden, dan, en dat krijg je van anderen weer terug, dan denk je, wow. Ja. Weet je, dan denk je, wow, wat bijzonder. Dat is echt diepe connectie maken. Dus voor mij, als sporter was ik misschien heel erg bezig hè, met het willen winnen en de ambitie, de drive en de doelgerichtheid. En dat zit in mij nog steeds ja. natuurlijk. Ja. Dat vind ik heel fijn, maar daar is naast gekomen en misschien wel daarboven gekomen een diepe connectie met andere mensen ervaren. Uh, en dat... Dat, dat heb ik natuurlijk hè, met mijn gezin of met vrienden, zoals ik het net omschreef. Mm -hmm. Maar ook als ik voor een zaal sta om te presenteren, ik ben een betere spreker geworden doordat ik connectie. een betere connectie ja. met een zaal kan maken, omdat ja. ik een betere connectie met mezelf kan maken. En ja, dat, is, ja, dat klinkt soms een beetje uh, abakadabraaf zweven, nee, nee, maar nee. Dat, is wel, ja, dat is wel wat het, vind ik, het leven heel erg waarde geeft. Dus, ja. dus dat vind ik het mooi aan een levensfilosofie en dat vind ik het mooi aan flow. Dus die flow daarin bereik is. Dat hoort er allemaal bij. Dus ja, rationeel zijn. Goed nadenken over dingen. Dingen onderzoeken. Hè. Is het wetenschappelijk onderbouwd? Klopt dit? Uh, denk ik hier anders over dan iemand anders? En waarom denk ik dit? Uh, waarom voel ik dit? Waar zit, zit er een diepere laag achter? Uh, dus allemaal dingen met, met elkaar. Of uh, we zitten met z'n allen hier aan een tafel. En hé, hey, wat zijn die mensen? Wat, yeah. wat, wat doen ze? Wat, yeah. Waar ga je naar op zoek? Dus al die facetten... die probeer ik een beetje samen te brengen... in een levensfilosofie. Daarom probeer ik die tien punten ook samen te brengen. Mm. Het is gewoon... Voor mij een levensfilosofie hebben. We hebben allemaal een levensfilosofie. Ook al heb je hem niet ook opgeschreven. Waar denk je, niet of je over je leven? We hebben hem allemaal. Bepaalde ergens. waarden en normen waar volgens je leeft. En, we zijn ja. opgegroeid. opgegroeid ja. We, zijn, we hebben dingen van thuis uit meegekregen. Dus de hele zoektocht in het leven is misschien wel daar je bewust van worden. Dat onderzoeken. Ja. En je eigen pad daarin vinden. En uh, misschien is het ultieme wel dat je hier helemaal niet mee bezig hoeft te zijn. Hè? Dat we helemaal geen boeken hoeven te lezen of ons toevoegen nee, nee, in nee. filosofieën. Dat dat, dat in eigenlijk... flow gaat, ja. Precies, maar in het begin, <laughs> ja, dat je. Ik denk ook wel eens toen ik hierheen liep, dacht ik dat ook wel natuurlijk. Hè? Ik weet, ja, jij zit misschien iets meer in die hoek ook. Dat je denkt van ja, ik ben aan het einde van mijn leven ben ik helemaal bezig geweest met zoektocht en met <laughs> levensfilosofie. En dan kom je erachter, aan, ja. Kom je erachter, ja, het heeft uiteindelijk je uiteindelijk het weer in. Leef ik gewoon mijn Heerlijk leven. Wel. En ja. dat is het dan. Ja. Maar ja, ja, als je dat zou doen, dan ja. zou je. De, ik vind de waarden dus juist wel in die zoektocht uh, ja, zitten. Ja. En constant uh, die dingen met elkaar overwegen. Maar dat ben ik. Ik, ik word gedreven door uh, nieuwsgierigheid. Ik word gedreven door uitdaging. En ik word gedreven door een diepe connectie met andere mensen. Dus die drie dingen uh, die, uh, kun je ook in oefeningen terug laten komen. Dat de zijn mijn kernwaarden. kernwaarden. Ja. Uh, en als ik daarin beweeg, ja, dan, uh, dan word ik heel blij. Ja, mooi. Echt, je zegt een aantal dingen waar. Nou ja, nog, want er is niks zo geforceerd, uh, bedenk ik me net als sport, uh, als het gaat over, uh, nou ja, echt een battle tussen mensen. Maar ja. tegelijkertijd uh, leer ik wel van jou in. Dat was voor in Drive ook mijn flow uh, helemaal. Dat juist de winnaars allesbehalve bezig zijn met zich afzetten tegen de ander. Ja. Dat het ook daar als het gaat over, nou ja, waar we het net over hadden. Uh, ja, dan is er sowieso respect voor de anderen. Er kan je alleen maar van jezelf uitgaan. Ja. Dus, dus eigenlijk... Hey, ja, het grappige is dat als je, als, als, je, als je een zaal binnenloopt... en je moet vertellen tegen iemand dat je blaakt van het zelfvertrouwen... dan heb je waarschijnlijk niet zoveel zelfvertrouwen. als Je, nee. he, de, je hebt natuurlijk allemaal van die, van die motivation-video's over... Ja. Dat volg je dan ook wel eens, he, over, over van die jongeren... van wees een alfamannetje of wees ja, ja. dit en dat. Ja, als je dat hoeft te vertellen, dan ben je er niet. Weet je, je nee. hoeft niet... Je hoeft dat niet, als je heel goed voelt als topsporter, hoef je helemaal niet te zeggen: Ik ben de beste. Nee. Hey, weet je wat? Ik weet dat ik er alles aan heb gedaan. Ik weet dat ik goed ben. Ik heb genoeg zelfvertrouwen in mezelf. Maar als je echt vertrouwt, dan nou, kom maar op. Laten we maar wachten tot het start hoort. Laten we maar uitvinden wie hier de beste is. Ja. En dat is het mooie van topsport. Het is hard, maar het is ook in die zin fair dat je gewoon het gaat uitvinden wie de beste is. Je hoeft er niet over te discussiëren. Uh, het startschot gaat of de wedstrijd en, uh, begint. De, uh, heel en we gaan het ja. wel zien. Ja. Je ja. hebt geen reden op een overwinning. Hè? De, nee. de, de, het stomste vind ik altijd coaches helemaal... naar voet, voetbalwedstrijden die zeggen... ja, we verdienen om te winnen. Of uh, de scheidsrechter was tegen ons. Nee, ja. nee. Dit is onderdeel het is van het spelletje. En, uh, ja. het is, je wint of niet. Ja. Arne Slot, coach van Feyenoord... Uh, zei dat eigenlijk heel mooi. Hij zei, ja, ik ben met Mensen denken dat ik met tactieken bezig alleen maar ben. En dat ben ik natuurlijk ook, maar... Ik ben ook veel meer bezig met, hé, hey, als ik iemand wissel, moet ik volgende dag even, hoe ga ik me verhouden tegen diegene die ik eruit haal? Dat is gewoon een mens van vlees ja. en bloed. Oh. Ja, dus je kan het over tactieken hebben, je kan het over cijfertjes hebben, je kan het over gouden medailles hebben. Uiteindelijk zijn we mensen onderling. Dus hoe je, hoe je daarmee omgaat, uh, ja, dat raakt veel meer aan hoe je aan de start staat. Ik had een podcast, de Mind Drive-podcast met Tom Dumoulin. Die doet alles op gevoel. Leuke dat is een slimme jongen. Yeah. Reflecteert heel goed op heel veel dingen. Heel, heel slim, heel, heel overwegend. Hij komt uit een wetenschappelijke achtergrond. En hij zei: Ja, Mark, als ik mijn fietscomputertje aanzet en ik moet op wattages een tijdrit gaan trappen. Dan trap ik niet zo hard. Want dan rijk, kijk je naar een computertje. Ik weet hoe ik die. Yeah. Ik vertrouw mezelf om intuïtie. Ik weet hoe dat parcours loopt. Ik weet hoe ik moet fietsen. Dat doe ik voor niks al twintig jaar. En Waar ik echt me op bezig moet houden, is dat het uit mezelf komt. Als ja. ik die tijdrit hard wil fietsen en niet die computer. Ja, dan, dan ga ik tot het gaatje en daar misschien wel voorbij. Dan kan ik mezelf binnenstebuiten keren. En als ik dat kan, kan ik die wedstrijd winnen. Ja, dat vond ik een heel mooi. Ja, ja, ja. Uh, dat is het dus. Je moet jezelf en vanuit binnen uitkomen. En ja, je hebt de cijfers nodig. Ja, je hebt de modellen nodig. Ja, je, hè, in, in top, nou ja. topsport kan niet meer zonder wetenschap. Dat heb je allemaal nodig. Maar diep van binnen, als het starts goed gaat, dan, dan gaat moet het om je hart en ziel ja. en om je motivatie. Maar daar wil ik wel nog even aan toevoegen. Inderdaad, zo'n computer wat je noemt. Of daarnet even de motivational video. Ik snap heel erg de kanttekening. Maar ja, het is net als een boek over flow. Wat je eigenlijk misschien niet zou hoeven lezen. Omdat je gewoon in flow komt. Kanste... Ja, ja, ja. ja, maar het, is, ja. het kan wel helpen natuurlijk. Het moet niet de houvast zijn. Uh, hoe zeg je dat? Maar het kan wel. Uh, hey, gaat... Het kan je richting geven. Ja. En dat vind ik het leuke. En natuurlijk, en natuurlijk zijn we, weet je. Als, ik ben hier geïnteresseerd in de past bij mij. Als ik... Misschien die ultieme flow had gehad. dan, dan had ik, dan, dan ik hem al geen interesse in filosofie. Maar dan ben ik dus misschien wel die Stoïcijnse wijze. Uh, en misschien een zelfs god, een soort goddelijkheid. wat ja. de Stoïcijnen ook omschrijven. Hè? De, de goden die de Griekse mythologie vereren. Uh, ja, dat zijn de perfecte wezens eigenlijk. dus die hebben dat niet nodig. Wij, menselijke schepsels. ...zitten hier met ons lijf en ons ja, hoofd... En wij zijn constant aan het knokken... ...en aan het uitvinden van... ...hoe werkt het eigenlijk, dit leven? Ja. Hoe zit het nou? Heerlijk, heerlijk. Ja, dat is toch mooi? Ja, ja vind ik ook Je maar beter een leuke zoektocht voor maken... ...dan een frustrerend geheel. Exact. Uh, spreek ik het uit als Arete, de godin? Arete, ja. Arete. Okay. Um, want dat is, uh, de, ja, omdat jij dit noemt... Dat is, ...dat is de godin die symbool staat... ...voor het doel dat je, dat je nastreeft. Ja. Uh, ja, dat is het leuke van die Grieken natuurlijk. Die gebruiken mythologie met verhalen om ja. iets aan te tonen. De gewone goden hebben dat niet nodig, maar om het voor menselijk begrijpelijk te laten maken. Wat heel goed werkt. Werkt nog goed. Steeds. Ja, dan, dan, dat is eigenlijk waarom verhalen en mythologische verhalen werden verteld. Om, om mensen duidelijk te maken. De, je hebt Kakia, je hebt Arete. Dat zijn twee prachtige vrouwen waar Heracles voor staat. De beroemde Heracles moet een keuze maken. Wat ga ik doen? De prachtige vrouw, die belooft hem een fantastisch mooi leven. Geen zorgen, dus ja. Zou, ja. zou zijn, zou, je zou zeggen dat is een logische keuze. Ja. Daar gaan we allemaal willen we daar naartoe. Dat willen we diep van binnen misschien ook allemaal natuurlijk. En je hebt Arreté en dat is uh, ook een schoonheid, maar heel sober en normaal. En uh, die be belooft hem een, een weg met allemaal obstakels en ja. uitdagingen die hij aan moet gaan. En de ja, die weg gaat de moeilijke hij moeilijke aan. Weg, ja. De ja. moeilijke route, uiteraard. Hè, ja. dat, dat is de opdracht, misschien wel uh, die het verhaal vertelt. Van, kies voor de lastige route. Rekla sterft uiteindelijk, maar wordt tot leven gewekt door. Uh, door de goden, door Zeus... en hij krijgt uiteindelijk uh, de goddelijke status... juist omdat hij een moed toonde, uh, rechtvaardig was, uh, wijs was. Hè. Hij is het toonbeeld van karakter wat je eigenlijk zou willen hebben. En dat, dat karakter, arete, dat wordt gezien als de deugd. Hè. Uh, dat, dat klinkt een beetje uh, voor ons vaak als een soort christelijk concept. De deugd, noem uh, maar braaf en netjes. Yeah. Dat is het in de Griekse klassieke filosofie niet... Uh, het is eigenlijk een, 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 een vorm van karakter tonen door kernwaarden na te streven. En moed, matigheid, discipline, uh, wijsheid, rechtvaardigheid. Als je die dingen doet. En het is best wel leuk om, om na te gaan en over te filosoferen. waarom dat er maar vier zijn. He, het christendom heeft er later liefde, hoop en ja, uh, geloof ja, ja. aan toegevoegd. En het is best wel interessant waarom de Grieken dat dus niet doen. Het is heel, en dat maar, heel... ja, maar als je dit zo zegt, dan heb je daar ook over nagedacht. Ja, dus. ja, ja. nou zeg maar, wat, wat Arete is, is eigenlijk dit is. Goed. Dus als jij handelt, goed handelt, handel je rechtvaardig. En ja. dat wil zeggen, uh, niet alleen volgens de wet, wat wij dan hebben omschreven, maar uh, je benadeelt iemand anders niet. Je wordt niet de eikel door dit te doen. Je behandelt iemand anders als een mens uh, en dat doe je met welwillendheid. Dat is meer het concept van rechtvaardigheid. Dus die cirkels waar ik het over had, is eigenlijk zo. Zeno, de opricht van het stoïcisme, zeggen dat, dat is de bron van rechtvaardigheid. Hè? Je, jezelf verhouden tot anderen. Wijsheid, nou, het de juiste keuzes maken, weten wanneer je wil uh, en niet wat moet doen moet is. Uh, handelen. Ook al word je bedrukt door angst, uh, maar toch probeer je de juiste ja. dingen te doen. Dus eigenlijk is het karakterologisch het juiste te doen. En uh, dat is goed in de ogen van de klassieke filosofen. Dus rijkdom en alle andere dingen die daarnaast komen, zijn niet goed of slecht. Ook niet slecht, hè. ik ben nee. liever nee, ja, ja, ja. rijk dan arm, hè. begrijp me goed. Ik maak liever een, uh, misschien wel een wereldreis dan uh, dat ik een rondje door het park loop. Maar het is goed om karakterologisch goed te handelen en fout door, uh, 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 door een, als een dictator uh, mensen voor je karretje te spannen of uh, uh, de bol te bedonderen of als... Uh, Etcetera. Ja. Maar liefde is natuurlijk fantastisch. Hebben we allemaal nodig in ons leven. Ik ook. Dat is een belangrijke bron van levensgeluk. Maar het is niet goed of fout. Nee. Er zit niet ah, een goed of fout concept aan. Ja, dus ja, 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 ja. geloof. Prachtig dat je ergens in gelooft. Maar voor je karakter. Ik ben niet een beter uh, mens uh, doordat ik jou lief heb. Nee. Uh, dat is in principe niet goed of slecht. Het is fijn. Uh, maar ik behandel jou rechtvaardig als een ander mens. Dat, maakt mij, dat is het goede doen. Of ik of jou wel of iemand anders niet wel of niet lief heb. Nee, nee. Het is aan jou. Dus het is even los van het concept dat we liefde nodig hebben, natuurlijk. Ja, nee, hè, dat het heel belangrijk e is. Jij zegt: dit, dit zijn echt de principes waaruit de rest ook voortvloeit. Ja, dus Arete voor volgens de klassieke uh, filosofie, is echt het juiste doen karakterologisch. Uh, dus dat heeft eigenlijk niets met geloof, geloof, hoop of liefde te maken. Het heeft meer met de juiste dingen doen karakterologisch. En als je dat doet, ja, dan, uh, dan leid je een goed leven en een gelukkig leven. En. Je kan erover twisten natuurlijk of er allerlei andere dingen bij horen. Mm -hmm. ja, een, uh, een heel rechtvaardig leven zonder liefde, ja, dat ja. zou ik niet een fijn ja. leven vinden. Nee. Uh, dus dat is daar een belangrijk onderdeel van. Alleen karakterologisch is het niet goed of slecht. Dus dat is een... oh, en de christenen, het christendom heeft dat er later natuurlijk wel aan toegevoegd. Zoals geloof ook. Geloof is dan goed of slecht. Maar dan wordt het heel dogmatisch. Ja, dan dus doen. zeg je, oh, het geloof heeft deze geloofsregels. Ja. Dus die moeten we nastreven, want dan leiden we een goed leven. Ja. Ja, dat is gewoon een, een, ook een kerk die geloofsregels. Ja oprecht die zegt van ja als je dit doet, leid je een goed leven. Dus, dus als je er niet aan voldoet, oh, oh, ga je naar de hel. Dus, gewoon uitsluiten, wat er uh, gewoon Boom. totaal niet bij de rechtvaardigheid ja. klopt. Dus dat uh, is nee, helemaal nee, niet nee, hoe nee, de klassieke nee, filosofen nee, het bedoelen. Dus nee. wij planten er allemaal weer dingen aan die leuk klinken en mooi klinken. Geloof, hoop, klinkt heel leuk. Ja. Maar, nou hoop vind ik nog wel, dat vind ik het meest. Maar ook dat is niet goed of fout, gewoon lekker nee. als je hebt. Nou ja, je kan hoop hebben. Je kan, je, je, de stoïcijnen zouden zeggen, je hebt een verwachting. Hebben is mooi. Geniet daarvan. Je yep. hebt hoop ergens op. Fantastisch, leuk. Maar als jij je hele hebben en houden of wat jij denkt dat goed is in die hoop om dat te veranderen. Het is goed dat ik hoop heb. Nou ja, dat is maar net hoe je ermee omgaat. Ja. Misschien kan hoop heel slecht zijn, want je verwacht iets wat nooit uit gaat komen. En je bent je hele leven gefrustreerd omdat er niet uitkomt. Ja, dat is niet echt fijn leven. Dat is niet echt wat goed, goed voor je is of wat goed is om na te streven. Dus hoop... Uh, is iets wat de stoïcijnen dan indifferent noemen. Dus het is niet goed of slecht. Wil niet zeggen dat je niet na kan streven. Nee, Dit is eigenlijk nee. briljante waar de stoïcijnen mee komen. Dus ja, streef het vooral na. Streef liefde na. Streef hoop na. Uh, geloof wat je wil. Streef uh, het goede na. Streef gerust rijkdom na. Maar als je dat allemaal niet hebt. Dus als jij iemand lief hebt en je krijgt die liefde niet terug. dan kun je nog steeds een goed leven leiden. Ja, door uh, en dan kun je de, nog steeds ja. gelukkig zijn. Ja, ja, ja. Dus dat vind ik het mooie aan, ja, de, aan de Stoïcijnen. Dat, ja. Daar denken ze dus verder over na dan daar zomaar in mee te gaan. Dus je hebt dat geloof en die dogmatische regels niet nodig. Nee. En is dan, als het gaat over Athene, een doel nastreven: is dus eigenlijk die vier principes naleven? Dat is het, is het Dat zijn de vier kernprincipes uh, die je zou naleven. En dan kun je allemaal weer andere dingen uh, of, of subwaarden uh, aanhangen. Maar dat zijn eigenlijk de kernprincipes. Dus als je daarna handelt, handel je. Goed, dus je handelt rechtvaardig, moedig. Ja. Um, het is ook wel en, lekker dat ja. het zo algemeen is. Want kijk, ja. natuurlijk, uh, nou ja, dan kom ik weer bij jou vroeger, kan je heel erg zeggen, een gouden medaille. Ja. Uh, of in mijn geval een ochtendje op de radio. Gewoon een ja. hele concrete soort van doelen. Maar het is wat lekkerder, ook voor de rest van je leven, om ze wat abstracter te maken. Nou ja je, ja, je kan zeggen, als je een, hey, een radio show van Radioprijs nastreeft of een gouden medaille, dat, dat is mooi hè. Dat, dat dwingt je ook om ergens vol voor te gaan. Het, het, het confronteert je met jezelf. Je leert er veel van. Het is gewoon super tof om met ja. een team ergens aan te werken. Alleen als je dat helemaal in je eentje zou halen. En je zou voor jezelf denken dat dat goed is. En wat eruit voortvloeit, ook geluk. Hè? Volgens mij. Mm is -hmm. de, de perfecte stoïcijn... zijn als die, die vier kernwaarden nastreeft. Dat is R&T. Maar dan ben je ook in principe gelukkig. Dan uh, zou je gelukkig zijn voor de rest van je leven. Dan zou je, nou, strikt erom, fantastisch. Ja. Ik, eh, mijn doel is geslaagd. En zo leven we natuurlijk wel vaak. Hè? Helemaal in high-performance culturen. Als ja. topsport, als ja. uh, tv, als radio. Ja, we komen daar in aan. Als we dat bereiken, uh, ego-gestreeld, fantastisch. En ja, dat is waardevol. Ja, dat mag je nastreven, dat is fijn. Maar uh, het maakt je niet goed of slecht. En het is geen voorwaarde om een gelukkig leven te leiden. Er zijn heel veel mensen die heel gelukkig zijn die nog nooit een gouden medaille hebben gewonnen, nee. gelukkig. En sterker nog, er zijn heel veel Olympisch, Olympische gouden medaillewinaren. Uh, die juist. die ja. helemaal niet. Uh, Jellet Adema ja. zei het heel mooi over: Irene Schouten. De koningin van de vorige Olympische Speler, drie keer goud gewonnen. Uh, hij waarschuwde haar Ja, let op, pas op. De één, twee jaar na die Olympische Spelen zijn er bijna geen. Schaatsers, ja, daar hebben we het even over het schaatsen. Ja, ja. Die daarna succesvol, of, of, of het van de daken schreeuwen. Wauw, ik ben zo gelukkig. Nee, er komen weer hele andere worstelingen ja. tegen. En, en ook een beetje van: is dit het nou? Weet je altijd Terwijl ja. de, de weg er naartoe en het halen. Oh, ja. dat geeft de drive en flow. En, nou ja, dat... ja, maar dat is de flow, is ja. dus. Uh, nou, ja, je, je dondert weer van die golf af. Ja. Uh, je dacht dat, uh, ja. dat resultaat, denken of dat geluk, dat doel halen. Dat je dan op die top van die golf zit. En dan zit je ook even. En je denkt: nou, lekker, hier wil ik blijven. Maar onherroepelijk val je er vanaf omdat je weer nieuwe verwachtingen kweekt, ja. omdat er allemaal dingen bijkomen die je misschien niet had verwacht, mening van anderen, druk van sponsoren, et cetera. Uh, en daar moet je ook weer mee om leren gaan. Nou ja, dat is dus fascinerend. Ja. Dus uiteindelijk leer je van, oh ja, hmm, misschien zit er nog meer achter in dit leven. En dat, dat hoef je, daar, daarmee haal je niks aan waarde <laughs> van, van die medaille weg. Nee. Je voegt er alleen andere dingen voor je levensgeluk aan toe. Maar het wordt bijna wat ik echt wel een leuke inzicht vind. Dat je denkt: hè, ik hoop dat ik weer val, want dan kan ik weer opstaan. Ja, ja. ja dat is, zo werkt het natuurlijk ook niet. We willen allemaal nog geplaveide snelweg. Denk je oh, leuk, geen obstakels, lekker rammen met die, met die zooi. Ja, ja zo, uh, zo werkt het leven niet. Dus de realiteit is dat dat voor je voeten geworpen wordt. De stoïcijnen zouden altijd een reserveclausule ergens aan vastplakken. Van dus uh, ik wil dit bereiken, mits het me gegeven is. Uh, dus in die zin verhouden ze zich altijd tot. Ook de natuur, maar ook het lot. Uh, hè, dat wat jou gegeven is, ja, dat heb je niet te verkiezen. Nee. Het is aan jou om ermee om te gaan. En uh, dat kun je leuk vinden of niet. Dat kun je onrechtvaardig vinden of niet. Het is de realiteit. Ja. Dus omgaan met de realiteit van het leven, is, uh, is misschien wel de grootste levenskunst. En niet alleen voor de stoïciën, nee, voor heel veel filosofen, voor heel veel mensen natuurlijk. Ja, dat is gewoon dat is leven. Ja, dit ja. is leven. Dit ja. wordt voor je voeten geworpen. Ja. Nou, alsjeblieft. Ik ga toch nog even terug. Ik vind het gewoon echt, uh, een echt mooi onderwerp naar uh, het, het teambelang, zeg mm -hmm. maar. Uh, ook omdat ik dan even zeker vind dat zijn naam genoemd werd. Uh, een Wordt een, een, een zakenman. Ja, ik, ik denk dat heel veel luisteraars hem wel kennen of niet. Ik ken hem niet. Die echt, ik bedoel, je kan goed handelen voor de wereld en stiekem ook weten dat het gewoon slim is. En ook bijna commercieel. Dus nou ja, goed, uh, dat is top. Ja. Hè? Uh, als jij een goed doel geeft. Voel je je daar zelf ook beter van. Maar ja, je geeft ook nog steeds een goed doel. All good. Uh, hoe heet die gast? Shoo Yvon naar. Ja. ja. Vertel iets over hem en hoe ja. die ook op jouw pad is gekomen. Ja, ik heb... Uh, zijn boek heet Let My People Go Surfing. Dat vind ik al een fantastische titel. Hij skiet graag en surft graag. Nou, dat zijn twee dingen die ik ook heel graag doe. Uh, en hij zegt, eigenlijk ben ik dus tegen wil en dank ondernemer geworden. Wat ik al een fantastische uh, quote vind. Dat voel ik me heel erg, zo'n quote trekt me meteen al aan. Yeah. Um, en wat hij doet, hij is de oprichter van Patagonia. Dat kledingmerk wat yeah. we waarschijnlijk allemaal wel kennen. Hij is uh, smid, uh, tot Smit opgeleid en hij ging altijd met zijn vrienden de natuur in. Uh, Bergbeklimmen. En hij was Smit, dus wat ga je doen? Als je een beetje drive en ondernemende instelling hebt, dan, dan maak je... Uh, haken, uh, allemaal klimgerij om als Smit zo goed mogelijk te kunnen klimmen. Dus hij was bezig met productontwikkeling. Ja, dat ging heel goed. Er werd een bedrijf opgebouwd. Ze gingen kleding verkopen. Patagonia werd geboren in de jaren 80. Uh, gingen de beurskoersen sky high. Hè? Dat was het uh, greed is good. Uh, ja, 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 ja. Uh, het tijdperk van aandeelhouderswaarde. <laughs> We moeten zoveel mogelijk geld verdienen. Dat is het enige wat het toe doet. En Patagonia ging erin mee... ...totdat de koers in elkaar donderde... ...Patagonia hele grote leningen uh, ja, uh, had. En eigenlijk dacht Yvon Surna... Ja, ...dit is niet waarvoor ik, waarvoor ik ben gaan ondernemen. Ik wil geen roze volleybalbroekjes verkopen. Ik wil super gave producten maken... ...waarmee mensen de natuur mee in kunnen gaan. En hij heeft zijn hele management team meegenomen naar Patagonia... ...het prachtig mooie berglandschap in, uh, in uh, Zuid-Amerika. Uh, en daar heeft hij een soort filosofie... ...voor zijn hele bedrijf bedacht. van Wat wij willen... Uh, is geen uh, schade berokkenen aan de natuur. Ja, we maken producten. Dus ja, ja. we halen grondstoffen ergens uit de natuur. Uh, maar dat gaan we op een zo uh, duurzaam mogelijke manier doen. Dat was eind jaren 80, begin jaren 90. Hè? Tegenwoordig klinkt dat helemaal logisch. Ja, ja, dat ja. uh, en hij zei eigenlijk: ja, wij willen dat, wat, dat op die manier doen. En, en we gaan 1% doen uh, doneren. En hij heeft het zelf in privé ook veel meer gedaan. om natuurgebieden te herstellen. Dus we gaan ons oprichten voor de natuur. We gaan geen schade berokkenen aan de natuur en dat verhaal gaan we vertellen. En dat, ja, dat is geworden tot een bedrijf wat heel succesvol is. Ja, omdat ze heel veel ja maar verkopen. dat is dus bijna een soort, nou ja, niet ja. bij van, maar het is gewoon zo mooi dat als je dan iets ja. doet of dan ondernemen ondernemer, maar dat je ja. ook denkt van, het ook als het niet lukt heb ik in ieder geval gedaan uh, wat, wat waarvan ik vind dat het klopt of het gemaakt. Moet hij worden. is zijn doel eigenlijk gaan verplaatsen van aandeelhouderswaarde creëren en hij is uh, de enige aandeelhouder uh, samen met zijn vrouw toen... Um, hij is het doel gaan verplaatsen van alleen aandeelhouderswaarde naar een aantal kernwaarden die daarboven gaan. Ja. Uh, de, geen schadeberokk aan de natuur. We geven terug aan goede doelen, aan natuurprojecten en we maken een heel goed product wat duurzaam is. Dus hè, niet dat je een jas koopt nee. die, hè, Het is beroemd ook dat Patagonia jassen roepen op om je kleding te laten maken, wat zakelijk gezien natuurlijk uh, misschien nee. niet zo goed verhaal is. Je kan beter een jas hebben die je ieder jaar moet vervangen. Dus kwalitatief goede producten waarmee je de natuur in kan om de natuur van de natuur te gaan ah, genieten. Top, en dat ja. doet hij dus. Ook voor richting zijn personeel. Hij was de eerste in Amerika bijna. of een van de eerste bedrijven. die met kinderopvang. Uh, voor hun personeel hm. kwamen. Nou, dat, was echt, uh, dat, dat, dat bestond gewoon nog niet. helemaal niet in Amerika. Hè? Dat regel je zelf maar. Uh, let maar People Go Surfing, zo heet zijn boek letterlijk. Dat is ook voor zijn personeel om. Zijn personeel heeft de autonomie en vrijheid om te gaan surfen. Hij zegt: als er sneeuw ligt, moet je gaan skiën. Yeah. Als er wind staat, moet je gaan surfen. Hè? Dus waarom zou je ondernemer worden om 30 jaar lang op een kantoor te gaan zitten, te buffelen, te buffelen, heel rijk te worden, dure auto's te kopen, groot huis. Uh, en je, niet, je gaat niet skiën als de sneeuw ligt. Nee. Zeg maar. Dat is voor mij. Ja, uh, ja, dat heb, maar... heb je het volgens mij niet begrepen ja, in het leven. Fantastisch. Ja. Uh, dat, vind, dat, dat raakt mij. Of je moet het heel leuk vinden om dat te doen. Maar uh, hij, dat hij, een beetje, hij wil helemaal geen zakenman per se zijn. Hij wil een vet product ontwikkelen en volgens die kernwaarden uh, leven. En dat brengt hij door naar zijn klanten. Dus hij zoekt zijn suppliers zijn, zijn, produ zijn producenten uit uh, op diezelfde filosofie. Hij uh, geeft zijn personeel autonomie. De Consultants hebben wel eens onderzoek naar zo'n bedrijf gedaan... en die zeggen, ja, deze mensen zijn nergens anders meer aan te nemen... omdat ze gewend zijn om zo autonoom. En dat zijn, het leuke daarvan is, is dat hij al die dingen die hij heeft beschreven... Ja, die zie je nu zo erg terugkomen hè, in, 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 in bedrijfscultuur. Ja. Dat is eigenlijk waar helemaal een nieuwe generatie naar snakt. Ik hoop, en ik Mark, de, 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 de vibe is goed, dat het inderdaad veel meer uh, nou ja, normaal wordt... om het zo te doen. Ja, ja. Want uiteindelijk, uh, als, als klap op de vuurpijl, heeft hij dus nu ook... Zijn hele bedrijf overgedragen aan, aan de planeet, zou je kunnen zeggen. Ja, nou wat hij heeft gedaan. Uh, hij had eerder al consultants die zeiden, uh, hè, toen hij op een kruispunt stond in zijn leven, hè, dan heb je weer het weer over het kruispunt waar Heracles voor stond, dus alle verhalen in mijn boek gaan over mensen die op een kruispunt stonden. Um, hij had een, een consultant in dienst genomen die zei: Ja, eigenlijk, Ivan Schoenar, wat wil je? Hij zei: Ja, ik wil de natuur redden of uh, de, iets voor de natuur doen, de wereld mm -hmm. redden. Hij zei: maar, Ja, ik heb een bedrijf. Dus ja, dan moet je je bedrijf verkopen. Dan stop je dat geld in een fonds. En dan ga je daar natuurprojecten van mee doen. Maar hij dacht, ja, is, nee, dat is ook niet wat ik wil. Dan heb je misschien geld. Wat moet ik dan doen met de rest van mijn leven? Dus hij heeft zijn bedrijf zo ingericht, eigenlijk ook om een voorbeeld te zijn voor andere bedrijven. En uiteindelijk is het zover nu dat hij natuurlijk aan het einde van zijn leven is, hij leeft nog, uh, heeft hij het als, in die zin alsnog gedaan, alle. Aandelen zijn naar een stichting gegaan uh, die uh, als doel heeft uh, natuurprojecten te ondersteunen. Dus de winst die Patagonia genereert is voor de aandeelhouders, maar dat is niet meer hijzelf. Nee. Of zijn kinderen. Dat is een aparte stichting. Die uh, geld doneert aan natuurprojecten. Dus ja, dat zo maakt dat hij het eigenlijk mooi. rond. En natuurlijk, hè, het blijft natuurlijk ook een bedrijf als onderneming met een mooi verhaal. Het verhaal nee, tuurlijk, het gaat ja, gisteren ja. natuurlijk ook goed voor de business. Ja, dat is een beetje. Um, uh, ja, maar, maar ja, dat is ook niet slecht. Nee, dat nee, is, de, dat nee. is toch mooi? Ja. Uh, je kan ook een dat, hij neemt wel het risico met zijn eigen tijd, zijn eigen kapitaal. Dus hij moet ook een onderneming runnen. Ja. Uh, hè? Dus je, je moet winst genereren om iets te kunnen doen. Je kunt een heel mooi verhaal vertellen. Alleen ja, als je niet winst genereert, maar verlies maakt vijf jaar, dan is je bedrijf naar de knoppen en klaar. Dus die, hij brengt die dingen heel mooi samen het is een commercieel bedrijf, ze moeten winst maken. Maar uiteindelijk is het grotere doel als hij er niet meer is. Hij verkoopt het niet aan een private nee. equity fonds of nee. van een grote investeringsmaatschappij. Hij richt het zo in dat de kern, de filosofie van zijn bedrijf overeind blijft. En ja. dat is waar we allemaal heel veel van kunnen leren, denk ik. Uh, ja. Hij heeft zijn levensfilosofie op orde voor zichzelf, voor zijn bedrijf. Ja. Uh, en dat, dat streeft hij na tot aan het einde van zijn leven. Ja, dat is. Ja. Critici zouden kunnen zeggen, maar dat vind ik echt flauw. Uh, wat ik door jou ging, ik het een beetje opzoeken. En dan lees je ook heel veel cynisme. Ja. Uh, en ook dan he, dat dat. Wat hoeft hij minder belasting te betalen en zo? dan denk ik, ja, maar dan ga je voorbij aan het feit... dat in the end dat ja. geld echt al... Ja, maar uh... hij heeft belasting betaald. Hij heeft oh, ja, netjes okay. belasting betaald over, over die aandelen. Ja. En natuurlijk, hè, er zullen altijd cynische en kritische luiden komen. En dat is ook prima. Hè? Dat, dat ja. moet je gewoon antwoord op kunnen geven. Um, en dat doet hij ook. Hè. Ze hadden een campagne van Patagonia ooit van... don't buy this jacket, hè, koop niet deze jas, <laughs> want het is duurzamer. <laughs> ja, dat is natuurlijk ook hele goede marketing. marketing. En dat ja. vind ik... Tuurlijk, ja, dat vind ik ook weer mooi. Ja. Je, je, hoeft niet, uh, je moet daar volgens mij open en eerlijk over zijn en transparant. En dat doen ze. En dan ja. kun je prima zeggen dat je winst nastreeft. Tuurlijk, dat moet je doen als een gezond bedrijf. Even een, een, een zenuw erin gooien: Oikaiosis. <laughs> Oikaiosis, ja. Ookaiosis, en dat is dus eigenlijk, nou ja, dat, dat, is eigenlijk dat, dat, dat spirituele van... Uh, je geeft aan alles en iedereen. Nou, en dus is, ja, dat is eigenlijk het, het, het gevoel dat je uh, uh, van thuis... Uh, uh, dat is letterlijk daaruit uh, afgeleid. Dus uh, eigenlijk is, is, komt Eike van Zeno meer neer op het thuisgevoel. Dus uh, jijzelf, uh, je bent een huis in jezelf... en eigenlijk leg je die lagen steeds verder. Uh, dus de verbondenheid yeah. met anderen... Uh, gaat, de Stoïcijnen waren de eerste cosmopolieten ook. Hè. Dat is ook in een tijd na Alexander de Grote, het Hellenisme. Het, uh, dus in die tijd ja, voelde je je misschien meer een wereldburger ook. Of, of dat probeerden de filosofen zo ook te zien. Hè. Je bent niet uh, die tegen die. Uh, ja, we zijn één mensheid, wat hebben ja. we moeten doen? En ze waren nog niet bezig met de aarde of de natuur zoals dat tegenwoordig is. Dus je zou die laag nog verder kunnen leggen. Uh, en dat is, uh, dat is het gevoel van Oikkeos. De verbondenheid die we ja. onderling met elkaar hebben. Het thuisgevoel wat we creëren. En kunnen we dat thuisgevoel verder leggen dan landsgrenzen of uh, kleine communities, kunnen we dat groot kunnen we, die, kunnen we dat groter maken, dat geheel. Ah, top. Uh, vorige keer heb ik jou al gevraagd naar drie boeken, maar nu ja. met, met uh, nou ja, Flow. Eigenlijk heb je er denk ik al eentje genoemd, uh, heb ik je gevraagd om ook uh, even te kijken wat. Ja. Drie inspirerende boeken op dit vlak zijn. Nou ja, de, dan Let My People Go Surfing is. Dan, Zeker. Uh, Let ja. My People Go Surfing van Ivan Shuna. Het is al een oud boek. Uh, volgens mij is het in de jaren 90 geschreven, maar hij is super waardevol. Hij schrijft ook over. Hij geeft letterlijk filosofielessen aan zijn, uh, ja, aan zijn ja. personeel. Uh, dus, is dit iets wat jij ook uh, he, jij hebt een, uh, een uh, ja. energy gum ja. bedrijf, first? Um, uh, nou ja. Ben je er heel erg bewust van? Ja, ja. ja, ik ben er wel bewust van, maar het zijn ook dingen die. Uh, kijk, wij maken een heel ander product, maar ik, 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 hier hebben we het wel veel over. Ja. ja, alleen ja, wij zijn echt nog in een fase. We moeten overleven, winst ja, draaien. Ja, natuurlijk. Uh, als we daar zijn, ik heb, ik heb wel plannen op de, op, de, op de mat liggen. Ja, dat als we daar zijn, dat we hele toffe dingen kunnen doen die, die in, de, in deze spirit doorgaan. Ja, maar daarmee zeg je het al, want soms is het dan. Toch ook moeilijk om uh, vanuit uh, ja. Ja, een goede passie, omdat je gewoon wil dat het product uh, ja. fijn is. Maar dat je toch even denkt. Oh, maar we zouden ook deze cheap ass caffeine kunnen kopen. Ik ja. noem maar, nee, uh, ja, ten, ten eerste zijn wij een energy product. Dus ja. in principe hebben wij. Hè, wij, wij, wij onze kern bestaat niet om voor de natuur of voor uh, een, een betere wereld. Oh, dat is ja, onze je, je kan het nog wel heel mooi, je, je, nee, geeft, je ik, geeft de mensen energie. Nee, om, ik, uh... ik, ik geloof wel in positieve energie. Voor mij is energie ja. hebben in ja. een dag, hè, en dat, ja. dat is de drink je een bakje koffie voor, is ja. voor mij heel waardevol. Ja. Dus, je, dus hè, je helpt ergens mensen mee, maar het is niet een nee, nee, ideeel zo. beeld of een groter geheel. Alleen... Ja ja wij, wij willen ons wel gaan inzetten voor zeg maar voor een aantal hele het, het probleem met kauwgom is afval dat mensen het weggooien dus daar hebben we echt plannen voor liggen mm -hmm. alleen ja dat is ook weer en daarom word je geconfronteerd met de markt als ondernemer um, wij, wij moeten eerst ergens kunnen komen we moeten eerst überhaupt omzet draaien en winst genereren om, 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 om dat, dat verschil te maken kwam je achter na 10 jaar ja. 15 jaar die ja. had een heel bedrijf gebouwd ja, 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 ja. en die stond voor een keuze in zijn leven wat gaan we doen ja. Dus die, ik hoop dat, ik, ik zou het super waardevol vinden als we deze keuze überhaupt ooit zouden, ja. van onze voeten zouden krijgen. Ja, je krijgen. kan hem ook omdraaien ja. en denken van, hey, misschien ja. is ons een uniek selling point. Nou, dit is al een beetje energie, ja. maar wij maken gewoon de eerste biologisch afbreekbare kauwgom. Ja. ja, daar zijn we aan het kijken, ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja. Maar dit is, dit is ontzettend, nee, ja. ontzettend lastige ja. dingen zijn dat. Het. En het, 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 wat je als ondernemer heel goed voor je moet houden is inderdaad wat... ...is de kern van wat je wil doen. Wij brengen energie. Uh, en alle andere dingen... Hè, we, hebben, ...we komen met een nieuwe verpakking... ...die veel minder waste veroorzaakt. Okay. Dus het zit vaak soms in die kleine dingen. Uh, we willen veel minder verpakking. Uh, en dat is uh, gunstig voor onze prijs. Kosten het kost veel ook, minder. Ja. Maar het is ook veel minder afval. Ja. Het is belachelijk dat je drie, vier keer... ...dingen moet uitpakken voordat je iets hebt. Dus op die voet zijn we heel erg bezig. Oh. Alleen ja... dat. dat ja, dat vind ik allemaal zo nietig nog. Als ik, uh, dus ik laat, laat ons maar plooien. Yeah, uh, als wij zover zijn, dan... Uh, Jij durft wel te zeggen, in die end... Ja, ja, ja zeker. Alleen het is ja. niet... Ja, ik wil helemaal niet uh, over opscheppen of over... Dat is, uh, dat is, daar, wo daar wordt aan gewerkt. Maar laat ons eerst maar doen. Yeah. Uh, laten we het eerst maar eens bewijzen. We kunnen heel veel dingen en mooie praatjes gaan houden. Laten we eerst maar eens even ah. dingen voor elkaar krijgen. Oké, okay, top. Uh, nog een ander boek of documentaire of iets mag ook hoor. Uh, ja, uh, hij heeft er een boek over geschreven, maar de documentaire is misschien nog mooier. Uh, free Solo. Alexander Arnold uh, vind ik een heel inspirerend figuur die uh, in mijn hoofdstuk over de dood terugkomt. Ja. Alexander Arnold is een free uh, solo klimmer. Uh, wat wil dat zeggen? Um, hij klimt zonder uh, touwen, zonder gereedschap en zonder andere mensen. Dus hij gaat een hele steile granieten wand op in Californië. Ja, daar traint hij twee jaar voor. In filmploeg vol, vol, volgt hem. Hè? Free Solo, is een fantastische documentaire als je hem wilt zien. En je ziet hoe hij omgaat met de angst voor de dood, onder andere. Ja. Wordt hij, direct, hij zoekt het eigenlijk op. Hij zoekt het heel erg op. Ja. En dat, uh, dat schrijf je op een gegeven moment ook. Dat, 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 dat en Maries kennis bleek. Hij heeft het gewoon ja. om iets te voelen. Heeft hij gewoon net even wat meer prikkels nodig ja. dan een normaal mens? Vandaar dat hij deze extreme dingen doet. Ik, vond, ik, ik was dat zo aan het lezen. Ik dacht, ja, het is ook een beetje een vlucht. En is dit nou, is dit nou belangrijk? Ja, voor zichzelf is het ja. heel belangrijk. Ja. Uh, nee, voor hem is het dus. Dat vind ik wel mooi ja, wat je zegt: is dit belangrijk? Hè? We kunnen. In principe zou je heel veel dingen plat kunnen slaan in het leven. Ja. dat je zegt, ja, is dit nou echt belangrijk? Ja. Dus daar kom je weer op. Ja, voor ja. hem is dit heel belangrijk. Ja. Hij haalt zijn levensgeluk uit een hele moeilijke uitdaging aangaan. Dus de uitdaging, hè, dan kom je op die T-sprong. Het is niet, is dit allemaal belangrijk? Ik ga lekker de makkelijke weg. Nee, ik kies de uitdagende weg, de moeilijke weg. Uh, en de grootste uitdaging die hij als klimmer. voor zichzelf kan verzinnen. is om free solo te klimmen. Waarom? Omdat hij dan echt alles goed moet doen. Er is geen ruimte voor fouten. Dus dat is zo'n grote uitdaging. En inderdaad, hij is anders. Gewired, van ja. wij allemaal zijn. Dat blijkt uit de MRI-scan. Dus hè, als wij uh, al uh, moeite hebben of het eng vinden om een, uh, een trap te beklimmen, nee. ja, dan, dan, he, dan heeft hij daar een, een overtreffende trap voor nodig, ja. letterlijk. Dus hij zoekt de grootste uitdaging in zijn leven erin. En waar die dan op uitkomt, is supermooi, is dat hij zich moet verhouden tot de dood. Dus uh, en da daarvoor doet hij een visualisatieoefening die de stoïcijnen ook deden. Uh, en dat is eigenlijk een negatieve visualisatie. Hè? We kunnen heel mooi over positieve uh, dingen visualiseren, dromen, doen, heel leuk. Maar wat als het misgaat? Hoe sta je dan in het leven? Um, hoe reageer je dan emotioneel? Als hij, uh, hij moet altijd cool en kalm blijven. Dus hij moet de juiste dingen blijven zetten. Hij moet zich helemaal focussen op de volgende zet die hij met zijn vingers gaat doen. Als hij nadenkt of ergens maar een twinkeling in zijn hersens of in zijn hart zit van help ja. ik, dan is hij Bang. weg. Dan valt hij ja. naar beneden. Dus hij moet zich verhouden tot die dood. Dus hij moet totaal accepteren dat er de mogelijkheid is dat hij valt. En ook doodvalt. Ja. Uh, en het enige wat hij daar tegenover kan zetten is zo goed zichzelf voorbereiden. Dus twee jaar lang hangt hij aan die wand. Hij kent alle grepen uit zijn hoofd, ja. hij weet precies hoe die moet gaan. Uh, hij gaat nog één keer dan testen en heeft hij, hij heeft ook nog een filmploeg ploeg bij nou, zich. Ja, precies. Daar heb ik de term Kodak uh, Courage van ja, geleerd. Ja. Want dat, en dat kennen we allemaal wel, dat je toch ook net even anders gaat doen op het moment dat je alleen al weet dat je ja. gefilmd wordt. Nou, ja. dat is in zijn geval letterlijk dodelijk. Ja, Jimmy Chan, de, de, de producer van de film, uh, die, die noemt het zo, Kodak Courage. Die zegt, ja. ja, al die extreme sporters, zodra we eens gaan filmen... Pfft. Gaan ze net iets meer risico's ja, nemen. En dat wilden zij als filmploeg ook niet op zich hebben. Nee. Ja, gaat er een gast een uh, wand af en dan een camera op zijn neus? Oh. En dan, uh... Dus ja, daar hebben ze heel veel over gehad en daar hebben ze heel veel bij nagedacht. Dus tegen al deze dingen uh, heeft hij zich mentaal op voorbereid. Hoe doe ik dat? En dat zijn ook nog vrienden van hem die hem filmen. Dus op een gegeven moment is het ook de last die hij meedraagt. Ja. Dus hij draagt een last mee van de dood, hij draagt een last mee van de filmploeg, van zijn vrienden. Dus op een gegeven moment loopt hij eerst naar die wand toe en dan keert hij terug, omdat hij, hij gaat de eerste, hij voelt, het voelt gewoon niet goed. Okay. Hij maakt zijn pas, hij denkt, nee, dit, dit is hem niet, dit voelt niet, voelt niet goed. En dat is, als je het hebt over gevoel, dat is natuurlijk intuïtie die niet uit het niks komt. Dat is omdat hij jarenlang zich hierop voorbereid heeft, jarenlang hier mentaal, rationeel, uh, filosofisch mee bezig is geweest. Dus die intuïtie van hem is zo gestaafd, is zo scherp, dat hij weet, oh ja. Ik moet het nu niet doen. En dan heeft hij ook nog de moed. Mooie, mooie filosofische mm. waarde. Om terug te lopen en het niet te doen. Uh, en uiteindelijk komt de dag dat hij het wel gaat doen. En dan heeft hij iedereen eigenlijk al ingelicht van val me niet lastig. Ik ga. Wees voorbereid. Ik doe één call en dan volg me maar. Ik, ik wil je verder niet zien. Dan zet hij zijn koptelefoon op en dan boem. Dan uh, is hij binnen twee uur boven uh, op die wand. Uh, en dat, uh, ja, dat, 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 die filmbeelden die je daarvan ziet, die zijn echt insane. Dat is uh, zo knap hoe hij daar. ...doorheen gaat. Ja, ik ga hem even de, 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 Terwijl zo het, uh, Terwijl je het ja. vertelt, denk ik... ...ik weet dat ik toen al... ...toen ik jouw boek las, dacht... ...oh, deze ga ik kijken, maar... Ja, uh, kijken. Dacht, ja. Nou, zeker omdat... ...ja, dat heb ik ook dus van jou... ...maar dat vond ik eigenlijk... ...is dat beeld me vooral bijgebleven... ...dat je dus blijkbaar... ...in die documentaire ziet... ...of ook in het boek leest... ...dat op het moment... ...dat hij het gedaan heeft... Ja. ...dat je dan nog even een shot ziet... ...dat hij alweer het volgende aan het doen is. En ja. dat is nou, waar we het net over hadden... ...met de gouden medaille en, ja. En, en ja, zoals servering in het werk, dat spreekt me gewoon zo aan. Ja. Tuurlijk mag je even genieten van het moment. Uh, je hebt het geflikt. Maar ook voor jezelf alweer het nieuwe ja. doel. stellen. Ja, gewoon met zijn vingers in het bordje in de bus doe die optrekoefeningen. Ja, en dat, dat is... is wat jij hem zei. Maar ja. Goed, dat, ik... ja, dat is een beetje de flow. Hè. Natuurlijk mag je genieten van momenten. Maar dat is een beetje de levensflow. Dit is gewoon. Dit is zijn leven. Het is ja. niet iets wat hij doet... en daarna denkt hij... oeh, mijn hele leven wordt anders. Nee, dit is wat hij wil doen. Ja. Dit is het liefst wat hij doet. Hij wil deze uitdaging aangaan. Die past bij hem. Om dat goed te kunnen doen... moet hij zich filosofisch... ergens toe verhouden. Moet hij heel hard trainen. Uh, ja, en die dingen zie je... heel mooi terugkomen in die, uh, in die docu. Free solo, free solo, ja, ja, en dan het derde boek of documentaire: ja, dat uh, derde boek is uh, van Ernest Shackleton. Uh, ik, even kijken voor het. het, gaat, ik, het heet ik Lessons in Leadership of the Endurance. De Endurance is, is het schip waarmee Shackleton naar uh, Antarctica vaart. Shackleton is een ontdekkingsreiziger ja, en dat, dat gaat over leiderschap. Uh, dat boek, uh, ja. ik noem hem als voorbeeld uh, in mijn hoofdstuk over karakter. Shackleton is eigenlijk misschien wel de mislukte Antarctica-reiziger. Je had Robert Falcon Scott die de Zuidpool wilde halen. Dat lukte hem eerder dan Shackleton. Maar hij nam zoveel risico dat hij met zijn crew het niet haal, de terugtocht niet haalde. Dood voor. En Shackleton wil een transatlantische oversteek maken. Die gaat met een boot met allemaal mensen die hij zelf heeft geselecteerd daar naartoe. En hij selecteert mensen niet op. Diploma's of universitaire opleidingen. Niet dat dat niet helemaal belangrijk is. Daar kijkt hij natuurlijk ook naar. Hij krijgt 5000 aanmeldingen. Hè. We zitten begin van de Eerste Wereldoorlog, rond 1914, die tijd. Um, en mensen willen heel graag met hem mee op stap. Maar hij selecteert mensen op hun uh, karakter. Dus uh, hebben ze een twinkeling in de ogen? Hebben ze, kunnen ze de tanden op elkaar zetten als het moet? En uh, kunnen ze muziek spelen? Praktisch yeah. om een liedje te zingen. Weet je, hebben ze een, kunnen ze hun gemoed goed houden? Ook in moeilijke situaties. Zijn ze leuk om bij te zijn? En met die mensen gaat hij op stap. En dat gaat helemaal mis. Dat, uh, dat schip dat, uh, belandt in het ijs. Het gaat kapot. Ze moeten uiteindelijk misschien wel duizend kilometer... naar een naburig uh, eiland varen om hulp te halen. En twee jaar later pas is hij in staat... om zijn crew van het eiland waar ze op gestrand zijn... of uh, de plek waar ze gestrand zijn, terug te halen. Maar het mooie is, al die mannen overleven. Ja. Allemaal stuk voor stuk. Ja. Uh, omdat ze in die barre winterkou uh, weten te overleven. Omdat ze elkaar weten te helpen. En omdat ze dus hun gemoed goed kunnen houden. Omdat ze... Karakterologisch niet vervallen in gedrag wat uh, schadelijk is voor elkaar nou. of voor hun overleven. Uh, en dat heeft hij eigenlijk gecultiveerd. Dus hij wordt gezien als een van de, ja, de juiste leiders. Niet omdat hij die transatlantische oversteek heeft behaald om zijn resultaten, maar juist omdat hij zijn crew weer veilig thuis heeft gebracht. Uh, en, en het heeft... team dus ook belangrijker vonden het ego. Ja, ja, dat hij zijn eigen ego eigenlijk meteen aan de kant kan zetten en dat hij inderdaad dat team. Uh, ja, naar voren laat komen en ja de lessen die hij daaruit leert uh, ja of die je daaruit kan leren die zijn, uh, die zijn heel gaaf dus als je als je een team aanstuurt los van jezelf uh, dan, dan moet je dat boek lezen dat ja. is echt uh, echt een ja. mooie, nee je vertelt het niet maar het ja, is mooi, mooi, mooi jij hebt echt zo dat begon al mee hoe verhalen een boodschap kunnen vertellen nou ja, ja. Dit, dit zit daarin nog even over het ego heb ik nog ergens een van een ja. stukje een gezond ego kan een geweldige dienaar zijn maar het is een verschrikkelijke meester. Ja. En, ja. en dit is. Uh, maar ja, dat is dus ook een dunne, dunne lijn. Ja, dat is een heel dun lijntje dat je, dat je heel goed uh, moet leren herkennen. Um, natuurlijk hebben we ergens een ego. Ik als topsporter helemaal. Hè. We hebben ja. in een, ik kom in een team van ego's. Iedereen wil eigenlijk ook zelf winnen. Ja. En, uh, en een medaille winnen. Hè. Je wil zelf ergens komen. Alleen. Ja, het werkt vaak tegen je. Als, je. als je echt alleen maar aan jezelf denkt van het resultaat, dan gaat niemand met je mee. Je hebt altijd anderen nodig. En er komt bij. Ja, waarvoor doe je dat precies? Hè? Het ego komt vaak uit. Ja, misschien ben je van Of wel? aangezien ja, ja. vroeger, of, of ben je angstig? Of wil je. Hè, wat ja. is precies de bevestiging die je zoekt? Ja. Heb je de bevestiging nodig van anderen? Ja. En ego is niet helemaal onbelangrijk. Het kan een belangrijke drijfveer zijn. Uh, maar inderdaad, als jouw doel wordt. Uh, ...dingen na te streven om je ego te bevestigen... ...om ja, schouderklopjes ja. te krijgen. Ja, uh, dan gaat het vaak mis. Maar heb je daar voor jezelf een soort... ...ja, een soort check-in of een soort ding... Waarbij, ...waardoor je... Mm, ...nou ja... ...waardoor je er wel gebruik van maakt? Nou, ik heb... Uh, ...ja, ik probeer mezelf wel echt te checken... ...van waarom wil ik dit, zeg maar? Is dit, is, is dit nou... ...en daar heel eerlijk over te zijn... Hè, ...als het iets is... Uh, ...wat ik voor geld zou doen, dan... dan dan doe ik dat voor geld. Ja. Uh, en dan moet ik daar eerlijk over zijn. Dan uh, moet ik er niet een lulverhaal omheen houden. van oh, nee, Dit uh, ja, doe ik daarom of daarom ja, of daarom. Ja, 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 ja. Hey, als ik, uh, ja, ik moet niet. Ver... En dat doen we allemaal. We gaan natuurlijk allemaal verzinnen om verhalen, verhalen. Dat ja, we denken, ja, nou, ja. laten we een heel mooi verhaal over bouwen. Um, of als ik um, een conflict heb uh, met of een compagnon, of, of, een, of een vriend of, of een familielid, misschien ergens, dan is het. Ja, waarom hou ik daaraan vast? Hè? Wil, ik, wil ik in een discussie. Wil ik gelijk krijgen om mijn eigen ik te bevestigen? Of ben ik oprecht geïnteresseerd in iemand anders en wat die vindt uh, en hoe die denkt? En probeer ik daarachter te komen? Hè? Dat is waar we eerder over hadden: het Socratisch gesprek is mm -hmm. eigenlijk supermooi, ja, een supermooi soort manier om, om even je eigen ego aan de kant te zetten. Uh, vaak hebben we hebben natuurlijk allemaal ergens een mening, een oordeel ja. ergens over. Ja. Ja, nou, dat, uh, dat komen we overal in het leven tegen. Als we dat uit een gesprek kunnen laten en oprecht kunnen doorvragen naar de mening of de, de, voor iemand anders. En daar mag je kritisch over doorvragen. Je hoeft niet te zeggen: Oh, wat zielig voor je. Maar gewoon, waarom vind je dit dan? En waar baseer je dat op? Op welke feiten? Yeah. Wat zijn de feiten onderliggend aan wat jij vindt? En hoe kom je daarbij? En heb je een persoonlijk voorbeeld waar je dat aan kan koppelen? Ja, als je dat kan. En vaak, ja, ik heb wel eens met een vriend gezeten. En dan heb je zo'n gesprek. En dan, dan kan die bepaalde dingen zeggen. Dan denk je: Nee, hoe kun je dat denken? Of wat? Yeah. Echt? Maar ja, dat is vaak je eigen ego en dat kan nuttig zijn. Alleen als je dat even voor je kan houden, uh, als je dat erin gaat brengen, jouw eigen mening, ja, dan, dan gaat de ander niet meer delen. Laat maar, oké, ja. okay, uh, gesprek ja, klaar. Ja, ja. Ja, ik heb uh, een mooie quote van Johnny's, is uh, die zegt, ik ben hem aan het opzoeken, maar ik denk dat ik hem ook wel aan mijn hoofd weet eigenlijk. <laughs> <laughs> Hij zegt uh, over ego, um, maar dan zit ik altijd weer te… Oh ja, ik, ik ga hem toch even voor de zekerheid erbij ja, ja. pakken, want ik ken hem in het Engels, ik heb die video honderdduizend keer gezien, vind ik echt prachtig. En Tetkuma was een uh, jongen, komt uit Griekenland, donkere speler, veel met racisme te, te maken mm -hmm. gehad heeft, uh, een carrière gemaakt in de NBA, is in armoede opgegroeid en wat hij leert in zijn leven, ja, dat zijn hele wijze lessen. Hij wordt uiteindelijk MVP, uh, dus de uh, de most valuable player in basketbal in Amerika, wint met de Milwaukee Bucks die nooit ergens iets gewonnen hebben in de afgelopen decennia de titel. En hij zegt Meestal, als je denkt: Oh, ik ben geweldig. Oh, dit gaat zo goed. Dan ben je in de dagen daarna minder goed. En dat ken je misschien wel. Ik, oh, ik voel me zo goed. Ben je iets minder scherp. En zo, ik heb geleerd: als je je focust op het verleden, dan spreek je ego. Ik deed dit in het verleden, daarom won ik dat. Als je focust op de toekomst, dan spreek je trots. De volgende wedstrijd, die zal ik domineren. Hè? Dan, dan. Ik probeer daarom te focussen op het moment. Dat is nederigheid. Dat is geen verwachting hebben, maar het veld opstappen. Van het spel genieten. Op een hoog niveau spelen. Dat is de kunst die ik. Uh, het proberen te beheersen en het werkt. Dus dat vind ik super mooi. Ja. Hij het veld, dat vind ik een beetje ook wel een definitie van flow. Hij stapt ja. het veld op ja. en hij stapt het leven ja. in. Uh, en hij parkeert zijn verleden eventjes, die hem dingen vertelt. Hij parkeert zijn toekomst even, die hem dingen vertelt. Hij is in het hier en nu. Ja. En hij geeft gewoon alles wat hij heeft. Hij ja. gaat er vol tegenaan. En ja, tuurlijk wil hij die wedstrijd winnen. Daar gaat hij alles aan doen. Hij probeert misschien slimmer te zijn, sneller te zijn, beter te zijn. Um, en dat is een beetje de kunst. Uh, van het leven, denk ja. ik. En dat is het ego, wat een dienaar kan zijn. Uh, omdat je het dan toch steeds <coughs> wil bereiken. Maar uh, geen verschrikkelijke meester die zegt: uh, uh, Waarom niet dit? Waarom doe je dat? Ja. Uh, nee, ja. dit is wat je, wat je zojuist zei. Dat is nou echt. De kracht van het nu, zoals uh, Eckhart Tolle het omschreef. Echt ja. in het moment zijn. Ja, en het is zo natuurlijk voor ons. Het hè? is, ik wil net <laughs> zeggen, het klinkt allemaal lekker makkelijk, ja. maar het neemt niet weg dat het... Ja. Uh... Als ik al nadenk dat ik de hele tijd in het nu moet zijn, dan ben ik waarschijnlijk niet in het nu. Dus het is ja. allemaal ja, ja, zo mooi ja, ja. en paradoxaal. Maar het is wel, als je, als je daar een beetje van mee kan nemen, iedere dag. Ja. Dat is wel nou ja, wat je zou de... kunnen doen, ja. daar iedere dag iets bewuster mee bezig bent. Uh, iets bewuster van bent. Ja. ja. Dan kun je denk ik wel als je opstaat... Uh, Beter genieten van die dag en je richt inderdaad op dat spel, zoals die Gianni zo mooi zegt. Iedere dag ga je eigenlijk misschien wel het basketbalveld op als persoon mm. en ga je een mooie wedstrijd spelen. Ja. in plaats van uh, dat moeilijke telefoontje wat je gisteren had en uh, wat je nog moet verwerken, dat heb ik ook. Iedere dag <laughs> is dat zijn dat dingen die constant in je hoofd staan. Oké, okay, vandaag gaan we weer opnieuw beginnen. We gaan er iets moois van maken en dat kunnen ook moeilijke dingen zijn, maar die probeer ik zo goed mogelijk te hanteren in plaats van ze weg te duwen, net te doen alsof ze er niet zijn. Uh, probeer ik daar zo goed mogelijk mee om te gaan? Ik denk dat het leuk is, uh, en dat is een beetje abstract, maar als jij gewoon even de tien hoofdstukken. Want ik, ik, ik kijk, we kunnen heel veel bespreken, maar mensen ja. moeten het ook gewoon vooral gaan doen en die zinnetjes maken. Want nogmaals, ja. dat geeft echt uh, krachtig. En misschien dat we dan nog wel bij één of twee dingen blijven hangen. Ja. Uh, het begint met, uh, die weet ik uit mijn hoofd, voor de rest uh, heb jij daar tegenslagen. Hè? Dus kies je eigen houding. Ja. Kies je eigen houding, dat heeft. Hè. We hebben uh, uh, we hebben allemaal natuurlijk tegenslagen te maken, mee te maken in ons leven. Niet wensen dat ze er niet zijn, dat helpt niet. Nee. Het enige wat je kan doen is je eigen innerlijke instelling bepalen, in, bepalen in tegenslagen. Uh, dus uh, wat je ermee doet. Het gaat voor geen meter, ja. maar altijd. In die zin is dat eigenlijk wat de stoïcijnen zouden zeggen: vrijheid. Hè, of je letterlijk in een gevangenis zit, en ik noem die voorbeelden in mm -hmm. mijn verhaal. Dat wil nog niet zeggen dat je je innerlijke vrijheid kwijt bent. Dus je hebt altijd nog je innerlijke vrijheid om je eigen houding te verkiezen. Je kunt heldhaftig optreden. Je kunt het juiste doen voor jezelf en richting anderen. Dat kun je nog steeds doen in iedere situatie, ondanks tegenslagen. Dus, en dat is aan jou. Dat ja. zouden de stoïcijnen zeggen, je eigen keuzes, je eigen acties, je innerlijke instelling, dat is het enige wat aan jou is. Wat het resultaat is van die instelling niet. Twee is oordelen. Dus blijf de juiste vragen stellen. We hebben allemaal oordelen die we meenemen in ons leven. Of we er nou bewust van zijn of niet. Um, maar het is denk ik heel wijs en heel nuttig om uh, vragen te kunnen stellen over bepaalde kernconcepten, over kernwaarden. Hè? Als, hè, waar we het over al hadden, als, als, als uh, wat is liefde? Of uh, waarom maak je een bepaalde keuze? Ben ik een goede ouder uh, of niet? En waarom? Waarom vind ik dat? Of jij? En daar kun je een gesprek over voeren. Dus um, daarover doorvragen, en dat komt in een Socratisch gesprek naar voren. Ja. En je eigen ego en je eigen oordeel ergens uithalen. Uh, dus niet iets op iemand anders leggen in een vraag... ja dat kun je denk ik leren. Dus ik noem een concept van rechtvaardigheid in mijn hoofdstuk... waar Aletta Jacobs... Hè, Aletta Jacobs is de voorvechtster voor vrouwenkiesrecht geweest... Ja. in Nederland uh, en ook ten dele in de wereld... omdat zij niet akkoord ging met het concept van rechtvaardigheid... van, van wat geldend was... Ja. Hoe kun je zeggen dat je een rechtvaardige samenleving hebt. als de helft van de samenleving. Nee, daar niet nee, over mee nee, mag praten. Nee, nee. Ja, dat is dus. Maar dat kan heel gewoon zijn, hè? Dus uh, zij heeft daar vragen bij gesteld. Uh, het is ook. Uh, ja, ja. Ik, ik moet bij dit hoofdstuk heel erg ook denken aan. aan. aan social media en. Ja. de dialoog die daar. ...vaak totaal niet over begrip gaat. Nee, dat ja, is... social media is totaal... ...dit is ja. kansloos om daar... <laughs> uh, ...ja, je kan Twitter. ...dat is echt... <laughs> ...oordelen en iemand echt proberen te begrijpen... ...via social media is natuurlijk compleet onzin. Het ja. gaat nooit lukken. Nee, okay. Dat doe je in een goed gesprek onderling. Ja. Ja, en wat ik daarbij nog noem... ...dat is natuurlijk wel een, een, uh, een effect. Het is ook... ...je hebt wel een soort uh, blinde vlek... ...ergens hebben we allemaal. John Cleese omschrijft het heel mooi... ...van Monty Python. Hé, hey, je moet... Uh, enigszins slim zijn om te beseffen hoe dom je bent. Dus om uh, um ergens een mening over te vormen, uh, vaak hebben we een oordeel, maar dat oordeel is gebaseerd op iets wat we globaal weten. Om mm -hmm. uh, um ergens een mening over te vormen om echt iets over te weten, uh, vaak zijn experts ergens in veel uh, genuanceerder, omdat ze weten wat de complexiteit ja, van een ja, probleem ja, is. Ja, ja, ja. Een specialist of iemand die ergens iets heeft gelezen of ergens iets van vindt uh, overschat zijn eigen kennis op dat gebied, omdat ze niet goed kunnen inschatten wat nu echt de kennis is op het gebied. Dus dat, dat zijn dingen waar vragen heel erg bij helpen. Ja, dus... ja dat is inderdaad echt wat je zegt. Ja. Hoe meer je weet, hoe minder je weet. Ja, dat is een beetje de basis van ja. wetenschap uiteindelijk. Hè? Waar ja. filosofie ook een belangrijke pijler onder is geweest. Is wetenschap. Hè? Stel je vragen om echt te onderzoeken. Ja. Um, ja. Ja, ja, ja. Zonder dat je überhaupt ooit de illusie misschien hebt dat je achter de waarheid komt. Je kan wel vragen blijven stellen om goed te onderzoeken en daar kritisch in te blijven. Dus dat is twee. Drie ja. is winnen. Focus op het proces. Ja, dat is uh, eigenlijk de, de, de cirkel van invloed noemt COVID. Uh, dat heeft hij eigenlijk van Epictetus en van de klassieke filosofen. Dus besef heel goed: maak een onderdeel, een onderscheid tussen wat aan jou is en wat niet. Dus als je iets nastreeft, heel mooi. Uh, maar weet dat uh, als het regent, je gewoon een paraplu moet pakken. Wensen dat regen overgaat, dat is niet aan jou. Hè? Wat het weer is: mijn oma is 99. Je krijgt op zo'n verjaardagsfeestje zit je dan en dan krijgt ze door. Nou, oh, het is wel slecht weer. Hè? En mijn oma zegt dan lachend. ja... Fijn dat we daar niks aan kunnen doen. Hè? We kunnen ja, van alles ons klaar. druk maken in het leven, ja, ja, ja. maar laten we ons hier niet druk over maken. Maar maak je wel vooral druk over de dingen die aan jou zijn. De keuzes, de acties die jij kan maken. Hè, dus in die zin is winnen, focus op het proces. Als jij je richt op je innerlijke instelling, op de, de onderliggende parameters die je nodig hebt om ergens heel goed in te worden. Ja, dan heb je waarschijnlijk ook meer kans om te winnen als dat je doel is. Hè? Als je dat zou ja. willen doen. In plaats van uh, alleen maar met het eindresultaat bezig te zijn. Teambelang maak je wereld groter. Ja, dat hebben we het, daar hebben we het over gehad. Ja. Dat zijn die cirkels van verbondenheid uh, met anderen. Wees welwillend richting anderen. Zou je kunnen zeggen, daarmee maak je je eigen leven ook mooier. Uh, dan sta je meer open ja. om een connectie te maken met anderen. En ik nou ja, dat is mijn les van de afgelopen jaren, eigenlijk, hoe meer echte connectie ik met andere mensen kan maken, hoe waardevoller mijn leven wordt. Dat uh, vind ik best wel maar, bijzonder om ja, mee te maken ja, eigenlijk. Ja, ja. Um, uh, het lot vijf, speel je rol met verven. Ja, Epictetus zou zeggen, wij zijn allemaal uh, een, een toneelspeler in een groot toneelstuk. Uh, de rol die we kiezen is niet aan ons. Nee, uh, dat, uh, de regisseur bepaalt het De regisseur zijn bepaalt het, ja. nou, sommige mensen noemen het God, sommige mensen, hoe je het ook noemt, ja. het maakt mij allemaal niet uit. Er is natuurlijk een bepaalde mate van dingen die we niet tot onze macht of onder ons. Controle hebben. Ik noem Els van Stijn, nou, die is ook op jouw podcast ja, geweest. Dat kennen zeker. wij goed. Ja. Fantastisch. Uh, zij noemt heel erg mooi. Als je het hebt over je lot, je ouders zijn ook je lot. Dus hoe jij je verhoudt naar je vader en je moeder bepaalt heel erg ook hoe je in het leven staat. Uh, hoe je je verhoudt tot de situatie bepaalt hoe je mm. in het leven staat. En wij hebben vaak de illusie dat we die dingen kunnen controleren. We ja. hebben de illusie. Oh, ik, ik wil hier komen, dus ik ga, ik ga de realiteit zo buigen naar mijn wil. Hè? Daarmee worden we eigenlijk zelf god. Ja, Je dekt de verkramping, ja. laat ja, precies, je wel zien. Wil zo ja, in de, ja. Uh, ja. En soms kom je daar heel ver mee. Ja. Uh, maar ja, het, nee, is het is ook zo, Wil, als we het weer hebben over flow, als in ja. uh, overgave, waar het dan over gaat. Het is eigenlijk ook: Ja, je moet het maar even echt zo voelen, maar als het lot niet aan jou is. Ja. ja. Dat is de realiteit. Relaxed. van Relax. Dan kan je het toch niet doen. Nee. Ja. Nee, ja, precies. Er zit ook een soort ontspanning in. Maar. Ja, er zit zeker een soort ontspanning in. Het zit ook heel veel. Natuurlijk ook in geloof in die zin. Je, je, je geeft je over aan een stukje wat niet aan jou is. Ja. Wat, wat, wat ergens beslist wordt en wat voor je voeten geworpen wordt. Dus ja. het is een soort van nederigheid. En daar het beste van maken. Bibi Mental deed het heel mooi. Ja, die dat is, wilde uh, Olympisch kampioenen worden. Krijgt kanker die uiteindelijk dodelijk blijkt te zijn voor haar. Maar als je. Als je, je zou niet van haar kunnen zeggen dat zij niet. Geleefd heeft, zeg nee. maar. Zij heeft fantastisch geleefd en is een lichtend voorbeeld van hoe je dat zou kunnen doen. Een mooi voorbeeld uh, wat ik hier toch nog even wil noemen is uh, dat jij uh, het hebben over een Ding wat je van een berg afrolt. Ja, de cilinder. De ja. cilinder, ja. ja. En, ja, dat, dat, en dat, dat dat je dat. Nou, oké, okay, jij geeft het duwtje. Ja. En wat er daarna gebeurt, ja, dat is echt aan, van zoveel dingen afhankelijk hoe die berg is en hoe die cilinder gevormd is. Dit komt van een van de opvolgers van Zeno. Hè? Dat is nog de oude Stoïcijnse filosofie, Gysippus. Uh, die omschreef dit voorbeeld. Je hebt een heuvel, je hebt een cilinder. En de vorm van de cilinder, hè? het kan een kegel zijn, het kan rond zijn, bepaald. Hoe die rolt? Ja. De helling van de heuvel bepaalt hoe die rolt. Je legt hem neer. Jij moet wel het setje geven, dus je bent in die zin moet je zelf in actie komen, moet je zelf die keuze maken. Maar hoe die cilinder precies rolt, ja, dat ligt aan dat ligt aan alle andere dingen waar je niks meer over te nee. zeggen heeft. Dan rolt hij volgens de natuurlijke, ja. Na, ja, volgens de natuurwetten. Ja. Top. Ja. Zes. De dood leeft met het einde in zicht. Dat is ja. Eigenlijk uh, ieder filosofische vraag in de ja. kern gaat daar misschien wel over. The we zijn drive, natuurlijk uh, yeah. absurde wezens die in een die zich moet verhouden tot een situatie moeten verhouden dat ze er ooit niet meer zijn. Uh, dat is natuurlijk een vrij heftig besef als je van het leven houdt. denk je, fuck, hoe ga ik daarmee om? Nou ja, daar, ik weet dat we daar vorige keer ook ja. wel goed over gehad hebben hoe de dood ook heel erg uh, een soort vrijheid ja. Uh, kan ge Ja, gewoon een feit. Ja. Ja. Nou ja, als je dat echt kan voelen, dat je dat je, uh, dat, dat geen angst hoeft te zijn nee. dat je doodgaat, maar dat dat een oproep is eigenlijk om vandaag te leven. Ja. Um, en het hoeft niet te zijn van, nou, dit is mijn laatste dag. Uh, ik zet me vol en ik zet de bloemetjes buiten, maar meer gewoon een rustig besef van, ja, we gaan er vandaag iets moois van maken. En uh, ik ben niet bang voor de dood. En ja, Alexander Onl, die ik in het voorbeeld noem, die, ja, die, die maakt het heel groot. Hè? Die visualiseert negatief hoe die. Hoe die, hoe die daarmee omgaat. Dat, dat is die. Ik heb ook Iedereen Wust in mijn podcast gesproken, die ik ook ja. in het hoofdstuk heb. Zij is haar hartsvriendin, verloren. Ja, van Deutkom, ja. ook uh, vriendin van mij uh, aan kanker. Um, ja, en haar, zij was altijd, die, ...Irene wust, riep altijd: ik moet winnen, wil winnen. ...Irene wust, is winnen. En daarna is zij wel daar anders in geworden. Waardeert ze veel meer de kleine dingen dat ze mag doen wat ze doet? Uh, om ja. vervolgens wel te winnen. Ja, om vervolgens wel te winnen, <laughs> maar uit een heel andere mindset. Uit, ja, een heel ander, ja, ja, ja. uit veel meer een, een rustig besef. Niet het moeten winnen, maar het willen winnen. Is, dus ik wil winnen omdat ik, omdat ik deze sport fantastisch vind. Omdat ik dit echt diep van binnen wil doen. Niet omdat ik dat van mezelf verwacht of die, 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 die druk die ik mezelf opleg. Dus dat is wel de ja. confrontatie met de dood van anderen dan, die, um, die je dat besef kan geven. En dat kan waardevol zijn ja geluk plaats het geluk in het nu en niet in de toekomst ja ik maak eigenlijk een beetje het voorbeeld wat ik altijd als jochie had toen ik met lego speelde ja, ja ik weet niet of jij met lego hebt gespeeld, nee maar, maar ik herken hem wel volgende, echt. zet je ja. al die blokjes in elkaar en nou, af en toe vecht je een beetje met je broertje wie wel het blokje mag krijgen natuurlijk maar dan ben je ga je helemaal op in het bouwen van zo'n kasteel en als het kasteel klaar is denk je ja, ja. En nu? Ja. Nou, ik vind het eigenlijk niet zo leuk. <laughs> het, meer. Is mooie, het is echt een Het is echt de bekende. Hè, de weg is belangrijker dan de bestemming. Ja, het, het, het creatief bezig zijn, ja. het creëren, het doen. Hè. Ik noem in me, in, me, in het voorbeeld ook Pearl Jam. Waar ja. ik wilde gewoon Pearl Jam in het boek verwoorden. Nou, oké, okay, ja. mag ik daar nog iets over zeggen. Ja, daar mag je zeker iets over zeggen. Want één ding van Pearl Jam noem je niet. Misschien omdat die te voor de hand liggend is. Maar er is één titel waarvan ik nog bijna dacht: zou je je boek ook kunnen noemen? Alive. Oh, flow. Even flow. Even, 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 even flow. flow. Ja, 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 ja. ja. <laughs> ja. 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 Maar goed. Uh, ja. Maar je hebt het wel over. Uh, nou ja, dat moeten mensen maar lezen. Ik vond het zelf uh, als muziekliefhebber ook weer heerlijk. En ik wist al wel dat het een goede guy was. Uh, en en uh, nou echt, principieel. Ja. Met hard op de goede plek. Aan, maar zoals jij dat dan. Heb jij wel eens gesproken, Eddie? Eddie nee. verder? Nee. Ja, ik nee. vind hun uh, fascinerend als best. Ja, jij zou ze ja. natuurlijk graag willen spreken. Ja. Ook omdat je dat. Ik, ik denk, en dat is. Uh, nou ja, ik denk ik inderdaad dat hij echt wel bekend is met stoïcisme. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet of die daar bekend mee is. Ik vind maar, zij hebben wel... Ah, ja. Ik denk wel dat de, de ethische... Ja, dat vind ik ook het leuke trouwens. Het is... Dat probeer ik in mijn boek ook te omschrijven. Ik denk, ik weet niet of alle mensen die in, het, in mijn verhalen staan... überhaupt het stoïcisme De bus van zijn, nee. En dat hoeft ook helemaal niet. Je nee. hoeft geen stoïcijn te zijn om stoïcijns te handelen. Nee. Ze hanteren bepaalde principes of ze leven bepaalde filosofieën na die heel erg in lijn leggen met wat ik inspirerend ja. vind. Dus voor ja, mij is ja, ja. dit boek eigenlijk ook, flow een connectie tussen mijn... mijn inspiratie, mijn interesse uh, en met de stoïcijnen die ja die, het is ja. niet, die interesse zit in mij, dus dat nee, ik okay. de stoïcijnen leuk vind zit in mij, maar dat ik pure jammer fantastisch ben, zit ook. Ja. Dus, die... dus dus ja. dat vroeg me inderdaad op een gegeven moment wel af, zo van uh, was jij op zoek naar uh, verhalen voorbij een thema, of zijn al die mensen, of het nou gaat over die free solar, of, hmm. of die zaken ja, man, was dat zijn dat eigenlijk van nature al Interesses in jouw leven die je nu hier hebt kunnen uh... ja ik heb de beide denk ik die ja. verhalen die, die, die ik inspirerend vind die uh, dat verhaal van Yvonne Shunah die ligt al 10, 15 jaar ligt dat ding op mijn nachtkastje ja precies Pearl Jam ook al ja. heel lang uh, uh... maar het is niet dat je dacht god ik moet even een goed verhaal bij een kompassen weten dus, nee ja, uh, ook ja, ook, ja, ja, okay, ja, gewoon, ja, ja uh, dat vond ik trouwens het uh, lastig verhaal nog wel dat is dat zijn ook. Ik heb eigenlijk gedacht: van ja, wat, wat moet dit... wat waarom? Dit boek is eigenlijk een boek wat het, ja, daarom alleen ik kan schrijven. Het zijn mijn interesses. Ja. en ik denk alleen waarom. Ik dacht meer zo van waarom vind ik Pearl Jam? Wat, wat is daar zo interessant aan? Wat is dan anders dan al die bands van toen? Hè? Nirvana, Alice in Change, ja. uh, Stone Temple Pilots, waarvan alle frontmannen. Niet meer leven. Nee. Uh, hè, wat is daar zo heftig geweest? Nou, dat is natuurlijk een nieuwe uh, grunge-revolutie: een punk-punk-revolutie die eigenlijk mainstream wordt. Waar ja. iedereen uh, vanuit de, ja, ja. De, de, de roem, het is natuurlijk absurd dat je ja. als punk bent. Ja, het stond ook gewoon zo haaks op elkaar. Uh, Totaal haaks, ja. Uh, ja. ja. De, de, de roem en de, dat stond haaks op punk. Ja. ja. Uh, en dat is eigenlijk waar Pearl Jam zich toe moest verhouden. En uiteindelijk. Maak zij dus geen muziek meer om nu per se hits te, te creëren? Maar ze, een live show van hun drie uur lang is fantastisch, dat raak je. Ja, ja. Dus zij zijn veel meer bezig gegaan met: ja, wij zijn hier eigenlijk, onze missie hier op aarde, onze rol is om dit te doen, om muziek te maken, om mensen daarmee te raken. En dat proberen we zo goed mogelijk te doen, we proberen fantastische muziek te doen. Naast uh, nog een bredere doelstelling dat ze, dat ze hele mooie doelen ondersteunen als band, die, die verder gaan dan alleen muziek ja dat, dat voel je uh, ja. dat voel je als je in een stadion staat dat, dat zie je dat dus geluk in die zin is voor hun niet een gouden plaat halen het is uh, doen uh, wat voor hun waardevol is om te doen en dat, dat is ook waardevol voor mij als fan van hun dus dat vind ik prachtig ja. dat heb ik ik ontleen daar heel veel troost aan of, of geluk of van hun muziek vind ik dat vind ik mooi dus ja dat komt daar samen ja kompas ja dit is eigenlijk een beetje de missie ontdekken die bij je past en dat is Um, ja, dat is wat de zijn ook al heel mooi omschreven. Uh, we hebben allemaal natuurlijk een andere natuurlijke aanleg. Dus het is een beetje de vraag: van ja, inderdaad, als, we, als jij in een, een orkest komt te spelen, wat is voor jou de beste, het beste instrument om te pakken? Waar heb je ja. de meeste natuurlijke aanleg voor? Uh, iedereen heeft een andere natuurlijke aanleg. Alleen als je je eigen levensmissie daarin volgt en die aanleg volgt, ja, dan doe je wat bij je past. En als jij doet wat bij je past. Ja, dan komen die andere dingen ook wel op zijn plek terecht, hè? Nou, dat vind ik mooi, want het is vaak iets... Het klinkt zo lekker en ik ken ook... Uh, ja, was ook gezegend met het feit dat ik toevallig heel goed wist wat ik wilde. Maar ja, nogmaals, dat is wel gezegend. Ja. En op een gegeven moment schrijf je ergens in plaats van eindeloos naar een doel te zoeken... Hè, wat wel eens bijna te groot kan zijn. Wat is jouw ja. levensmissie? En dan denk je, ja, ik heb geen idee. Uh, volg gewoon je natuurlijke interesses. Juist. Dus dat maakt het heel klein. Ja. Uh, en dan, en dan uh, dat is wat meer dan gelijk wereldvrede op aarde, zeg maar. Nee, dat is wat mensen heel erg nastreven natuurlijk. Ja, dat klinkt heel mooi. Ik wil het goede doen voor de wereld. Of ik ja. wil ons, we, he, nastreven. Wat we net al hadden net over met mijn bedrijf, ook met First. Je kan hele grote missies optuigen. Ja, dat, 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 er komt zo'n gat tussen die missie en waar je vandaag staat. Ja. Ja, het is leuk hoor, dat kun je je achterhoofd houden. En dat is helemaal niet slecht. Maar als jij een doel wilt halen of zo'n missie wilt verbrengen... Dan, dan gaat dat gewoon heel lang duren. Dat kost jaren, decennia... Begin eerst maar eens ergens met. Dus dan moet je kunnen volhouden. En ja. dat hou je alleen maar vol als je echt waarde ontleent aan die weg. Dus dat je doet wat je leuk vindt. Wat je ja. tof vindt, ja. waar ja. je interesses liggen. Ja. Volg die. Ja. Als je die volgt, nou, ga maar zien wat er op je pad komt. En ik kan je later heel erg gaan uitzoomen. Dat heb ik met de radio ook gehad. Dat ik dan nu heel erg kan zeggen: ja, ik was bezig met verbinding. En ja. dat vind ik ook mooi hoor. Ja. Ik zeg het niet een beetje, maar. Dat is natuurlijk niet iets waar ik toen heel erg mee bezig was, Of dat mijn missies zijn. Nee, ja, het, ik vond het gewoon heel gaaf om bij de radio te ja, werken. En dat vanuit daar. Ja, al die andere dingen kwamen later al op ja. je pad. Ik, ja. uh, ik heb heel veel. Ik moest een situatie met mijn ouders die in een vechtscheiding lagen uitzoeken. Uh, uh, hoe kwam ik daarachter? Omdat ik twee keer de Olympische Spelen had gemist. En uh, dat ik alles in mijn werk had gesteld om zo goed mogelijk te worden als Schaatser. Maar dat daar voor mij, de, ja, daar lag de, 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 de muur niet, niet meer. Daar nee. lag de blokkade niet meer. Nee, die zat ergens ja. anders. Ik moest daar wel naar zoeken. En daar kom ik pas achter. Ja, omdat ik wel. Omdat ik topsport in ben gegaan, omdat ik schaatser ben geworden. Dus ja, zoek dat op. Ik noem in mijn voorbeeld uh, Bojan Slat uh, met de Ocean Cleanup, die dat heel mooi doet. Die heeft zijn kunde en zijn kennis samengebracht met zijn missie. Ja, en dat, uh, ik ben, ja. ben bij hem geweest in Rotterdam op zijn kantoor. Ah, vet. Dat is echt. Uh, en ja, er komen ook wel weer allerlei haken en ogen. Maar ja, ja. dat maakt niet uit. Uh, gewoon doorgaan. Ja. Zeker, natuurlijk. Dat is allemaal. Uh, weet je, het, het, achteraf willen we allemaal een verhaal horen. wat uh, helemaal vloeiend loopt. Ja. Maar zo gaat het in de realiteit. Maar natuurlijk. dan is en dat, daar gaat het ook inderdaad over dan is je kompas heel belangrijk. Want ja. dan weet je nog wel koers te houden in waar je. Ja, dan ja dat, dan is, dat is wel heel veel. Ook zelfs grote leiders uh, verkeerd op gaan. Uh, je hebt één of twee fuck ups en daarna ga je van koers veranderen. En dat wil niet zeggen dat je nooit van koers moet veranderen. Alleen als je een bepaalde missie hebt en een strategie. Ja, die missie en strategie, ja. als je je daar van de wijsloer door laat brengen door een paar tegenslagen of fuckups, ops Ja, dat is niet Nee, nou dat jij, jij je... zegt fuckup, maar het kan juist ook uh, het andersom zijn. Ja. En dan komen we weer een beetje in het ego-verhaal. Dat dat juist iets gewoon heel erg goed gaat. En dat je ineens denkt. Oh, dit is wel lekker, dit is fijn. Ja, dus het is, het Ik ga mee. Ook... mee op die golf. Ja, dat is een negen karakter. Laat je niet leiden door ego. En dat ja. is natuurlijk, Ja, inderdaad, dat we dat we af en toe niet meer zien. Ja, ja. Dat we. Ja, dat we, ja, inderdaad, als alles goed gaat en je ego heel erg gestreeld wordt, uh, dat is heel fijn. Hè, dat voelt heel fijn. Uh, je krijgt aandacht, uh, beroemdheid, geld uh, en een hele rattenplan. Alleen als je te veel in jezelf gaat geloven, ja, dan, dat, dan word je niet word je verschrikkelijk van. Ja. Dat is echt. Uh, dus als je jezelf dingen gaat toe eigenen uh, omdat je die verdient, zogenaamd, dus eigenlijk jezelf daarmee hoger plaatst dan anderen dan weet je dat je Ja, dat, ja, dat is ja goeie, Nee, dat, ja. Uh, daar wordt word echt niet leuker van. Dat wil niet zeggen dat het geen natuurlijke hiërarchie is. Hè? In een bedrijf heb je een hiërarchie, in een topsportteam heb je een hiërarchie. Alleen als mens zijn we gelijken onder elkaar. Dat is de basis van rechtvaardigheid. Dat, uh, dat is denk ik een hele belangrijke basis. En dan zijn we bij uh, nou ja, de tiende pijler voor ja. uh, dus. Ja, dat is eigenlijk gewoon uh, het doen, daden. Laat ja. je leven stromen, om je leven echt te laten stromen kun je een levensfilosofie volgen en dat kan allemaal prachtig klinken hè, in een boek of in een podcast, maar uiteindelijk moet je het laten zien, ja. uh, moet je de dingen, de principes hanteren. Ik heb als voorbeeld uh, Marcus Rashford die ik heel vet vind, uh, Engelse voetbalspits die heel goed is, maar Manchester United voetbal die, ja, die kreeg het van elkaar om. Uh, hij, hij is geboren in armoede, hij was afhankelijk uh, van gratis schoolmaaltijden en tijdens corona, toen corona uitbrak. Uh, kwam de Britse regering met maatregelen. Nou, prima, logisch, hè, scholen ja. sluiten. Maar dat ging dus ten koste van de scholieren... die gaat schoolmaaltijden zouden krijgen. En die schoolmaaltijden die waren dus weg. En daar deed de regering niks aan. En Marcus Rashford ging daar niet mee akkoord. Die nee, en, afhankelijk... en wat best omstreden is, als in... Uh, mensen kunnen denken, god, een rijke voetballer... Uh, hou even lekker je bek. Mm -hmm. uh, dat denken ze vaak, ja. ja. Oh. Als je op social media kijkt, dan is dat inderdaad... Hij je smoel, hou je maar bij voetballen... en uh, dat. dat, dat, dat. En dat is natuurlijk waarom topsporters vaak zich vaak niet uitspreken over zulke onderwerpen. Je denkt nou weet je wat, ik ga gewoon voetballen, dat vind ik het leukst. Of ik ga gewoon ja. schaatsen, ik ga me niet met maatschappelijke thema's bemoeien. Dan zeggen ze, oh daar heb je geen verstand van, uh, moet je niet ja. mee bezighouden, uh, hou je maar bij voetbal. Nou dat dan... is pijnlijk actueel dit, ja. maar, uh, ik, sorry ik heel even ja. Ja. Maar het is heel actueel dit nu wat je zegt Zeker. Maar, ja. <laughs> ja. ja. dus dat is wat mensen dan heel erg kunnen denken, uh, van sporter bemoeien je er niet mee. Ja. Nee, ja, en hij, uh, hij doet dat toch, omdat hij dat dus... Dat is een beetje ook wat in het boek steeds naar voren komt. Van in zijn kern moet hij dit wel doen. Hij is de jongen die ook dit kan doen, omdat hij dit zelf heeft meegemaakt. Ja. Dus het raakt hem in zijn ja. zijn, ja. Ja. dat andere kinderen niet de kansen krijgen die hij krijgt. Terwijl het ontzettend oneerlijk is. Hè. Met coronasteun worden bedrijven gered, worden mensen doorbetaald. Maar de, de armste en de jongste van de samenleving worden vergeten. Ja, dat gaat hij dat laat hij niet over zijn kant gaan, dus hij en hij doet het op een manier. Hij scheldt niet de regering uit of uh, zo, dus hij zet, zet geen Twitter-berichtje neer van: uh, Hey uh, 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 Boris Johnson, uh, you uh, lunatic, uh, wat gebeurt er? Hij schrijft een hele nette brief uh, met zijn eigen ervaringen en hij verzoekt de regering om uh, die, die plannen te herzien. Ja, en dat hele land gaat achter hem staan, dan krijgt hij zoveel mooie reacties op ja. omdat hij het dus op die manier doet. Hij oordeelt niet. Nee. Hij vraagt het, hij doet het vanuit zijn eigen kern. Ja. En het hele land gaat achter hem staan. En die plannen worden ja, gewijzigd. Uh, die kinderen die krijgen ja. gratis schoolmaaltijden. Er wordt nog één keer teruggedraaid in het najaar, waarop hij dus nog een keer in actie komt. En het hele land met allemaal lokale initiatieven ja. weer achter hem gaat staan. Mensen gaan geld ophalen, gaan maaltijden voor kinderen organiseren. En hij, ja, hij doet dat, hij durft zich dus uit te spreken. Uh, en dat vind ik zo groots, dat hij uh, zich daarvoor in durft te zetten. Ja. En hij is de kalmheid zelf. Ik noem hem eigenlijk ja, in zijn naamgenoot de nieuwe Marcus Aurelius... was de wijze Romeinse keizer, de Stoïcijnse keizer. Hij is echt een moderne de Stoïcijn nieuwe Marcus. in, uh, ja, in ja. alle opzichten. En daarnaast is hij gewoon profvoetballer die ook gewoon wedstrijden wil winnen. Ja. Uh, het is niet uh, iemand die langs de zijnlijn roept. Hij staat midden in het leven, hij staat midden in zijn dromen... midden in zijn ambitie, maar ook uh, met oog... Um, voor wat hem raakt. En daar komt hij voor in actie. Dus hij is niet stil. Dus als van, je uit. denkt, als stoïcijnen accepteren alles... en denken, nou, dit is niet aan mij. Laat maar. Nee. nee. Nee, nee, precies. De dingen die ze echt belangrijk vinden, daar handelen ze aan. Oeh, ja, dat is een beetje een Maar ik moet er nu toch aan denken, omdat het... als we dit opnemen, een soort actualiteit is van... Hè, bekend gegeven dat... sporters een band omdoen... Uh, om daar... Ja. Nou ja, ergens voor te staan. En nu is er, ik weet het fijner niet, maar er is in ieder geval één voetballer. Ja. die heeft gezegd: uh, ik ga die band niet omdoen. Ja. Ja, wat ja, vind je ervan? Ja, dat is een hele interessante discussie. Ja. Ik, uh, weet je waar die dingen vaak door komen. Het zijn vaak. Uh, heel het zijn bepaalde waarden die, die, die ergens uh, gelden in het voetbal. Hè? Dus uh, voor elkaar opkomen, het juiste doen naar andere mensen, mooi, Dus die band, ja, persoonlijk zou ik, maar dat is vanuit mijn levensfilosofie ja, dus voor je dat niet helemaal ondersteunen, van ja. hard te doen. Alleen als iets niet van binnen uitkomt en iemand verzet zich daar echt tegen, ja dan, moet die, dan kun je diegene daar niet toe dwingen, vind ik. Nee. Dan kun je niet zeggen, ja, dan moet je dit doen. Dan heeft ook die zijn of haar uitleg nodig. En dat is dan ook helder, hè? daar hoef ik niet mee eens te zijn. Ik denk misschien, ja... Ja, Oké, okay, dit kun je geloven, dit kun je zo zijn, maar dat houdt wel in. Uh, en wat houdt het dan in? Dan kun je beter een discussie over voeren met zo iemand waar dat vandaan komt, probeer iemand anders te begrijpen waarom hij waarom ja. dat zo vindt, of voelt of gelooft. Ja. Um, en laat, laat die discussie er ook zijn, ja. in plaats van wat er gebeurt is. Nou, ik wil het niet. En uh, we fikken iemand af omdat hij niet volgens dezelfde normen en waarden als wij leven... is het misschien veel wijzer om daar uh, over in discussie te gaan en dan af te vragen waarom dat precies gebeurt. Dus, ja, ik vind dat sporters die zich uitspreken super waardevol is. Um, en daar mag je ook wel echt iets van vinden. Hè? Ook als trainer of als coach. Als iemand niet volgens die waarden of normen, als jij uh, leeft... of daar echt iets anders van vindt, dan moet je daarover discussiëren. Arne Slot deed het heel mooi. Kukciu was hetzelfde. De mm -hmm. aanvoerder van Feyenoord wilde die bal niet dragen. Um, en die, ja, die, als je hem volgt met dat verhaal... Uh, dan gaat hij met hem in gesprek. En dat ging niet per se over die band. Dit ging over wat hij, hij in zijn persoonlijke leven meemaakte. Dus voor die jongen, die heeft allemaal dingen meegemaakt in zijn leven. Die voelt de druk van een legioen. Ja, die geloof die is helemaal zich gaan vinden in het geloof. Die gaat naar uh, Mekka voor een bedevaart. En die slaapt sindsdien weer. Daarvoor sliep hij niet. Nee, omdat dus hij dingen in zijn is hoofd dat, uh, worstelde. Ja. Dus voor hem ja. is zijn persoonlijke levensvisie, zijn geloof, ontzettend belangrijk als kern voor wie hij is. Als daar dan iets niet bij past wat wij van hem verlangen... Ja, dan mogen we daar van alles van vinden. Dat is dan ook de keerzijde van de medaille van topsport te zijn. Dat mag, prima. Maar je kan hem niet dwingen dat te doen. En volgens mij gebeurt het ook niet uh, bij Feyenoord. Of, nee. of doet Arne Slot dat ook niet. Nee. En dat is denk ik de meest wijze manier om dat te doen. Ja. Alleen ja, wij vinden daar van alles van. Ja, ik weet nou, niet nee, wat ik, jij ervan vindt. Nou, ik vind het heel lastig, omdat ik... Nou ja, ik deel alles wat je zegt, dus ik vind het heel goed dat... Uh, en, en, en eigenlijk vind ik er ook wat voor te zeggen... Als je dus niet zo'n band omdraagt, omdat je gewoon denkt, ja ik doe alleen dingen waar ik echt achter sta. Dus dat, 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 ja, daar hou ik wel van, een soort uh, principes. Tegelijkertijd ja, heeft het natuurlijk een beetje de schijn tegen alsof je, alsof je ook ergens dan tegen bent als je hem niet draagt. Mm -hmm. Dus ik vind het best wel ja. heftig dat je, ja, even flauw gezegd, het is, het is totaal niet waar je als sporter mee bezig bent. Ineens mo moet, je, moet je ergens moet je, moet je iets doen. Ja, ja, je moet je uitspraken uh, uitspreken ja, voor terwijl... iets wat je, waar je misschien niet achter staat. Ja, nee. um, kijk, ik zou zelf. Maar goed, dat is dan misschien al stel een, een soort minder principieel. Ik zou denken: ja, ik, uh, ik zou gewoon die band wel omdoen. Zelfs als je er niet uh, 100% achter staat. Ja. Maar omdat je ook nooit tegen mensen bent. Ja. En, en dat, maar goed, dat is een beetje flauw misschien, maar kijk... Nou, ja, ja. dit is moeilijk, het wordt een hele geloofsdiscussie. Ja, want het ja, zit ja, natuurlijk ja, ja. in het geloof ja. Uh, ja. en in de opvoeding. Dus dat in die zin ja, heb ik... Uh, ik ben ook gelovig opgevoed, katholiek, maar in die zin heb ik daar ook steeds minder mee. Dus, dus dat iemand daar zijn, zijn geloof, zijn, 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 ja. zijn, zijn leidraad uit haalt... en dat hij daardoor lekker slaapt, heel goed uh, en fijn. En dat hij daar grenzen in aangeeft, ja, dat is zijn eigen recht. Ik heb zelf daar helemaal niets mee. Nee. Met geloof nee, dat je dat dat nee. je dat niet zou kunnen accepteren, omdat nee. iemand anders dat niet zou mogen volgens, volgens die en die regel. Daar heb ik zelf niks mee, dus ik vind dat ook lastig te begrijpen. Nou nee, ja, dat is het, maar je staat wel open om het te begrijpen. Ja, als wij ja, dat is ja. volgens mij een beetje de kern ook, ja. ook van ja. onderling begrip en connectie. Is dat ja. je dat wel en ja, dat, hè, het is niet uh, wij zijn tolerant, dus de into intolerantie hoef je daardoor niet te tolereren. Hè, je, je moet ook iets verdedigen ergens, je moet je, je, je moet je eigen waarde, daar moet je voor op durven komen. Maar in een vrije samenleving mag je, denk ik, heel veel keuzevrijheid gewoon uh, zeker respecteren. En dat is dit. Alleen. Ja. Nee, maar je komt een ja. beetje op iets. waarvan uh, ik denk. Ik niet had verwacht dat ik dat woord zou laten vallen. in, in, in deze podcast. Maar op iets wat ze woke noemen tegenwoordig. Mm -hmm. ja. Dat je kan denken: ja, het kan niet waar zijn. dat je iemand uitsluit. omdat hij niet inclusief genoeg is. Dat is een soort hele vage, vage kronkel. Ja. Uh, je maar je hebt het net ja, dat mooi kan gezegd niet. nee nee dat kan dus niet maar nee. kan, wat niet wegneemt dat je ontzettend heel erg voor kan staan en ja, dat... maar dit zijn dus of dit zijn dus discussies die als 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 uh, ik dan zeg hé hey, belachelijk dat je dat gelooft dan kan ik echt niet inkomen en uh, dit moet je zo doen ja dan is dan kill je alles dan ja. is ieder dan worden we zuiltjes met ik geloof dit jij gelooft dat en dan ja. dus hè, als je het hebt over die verbondenheid met die ringen en die cirkels die is dan weg dus uh, Volgens mij moet je altijd goedwillend zijn. Tenzij. Uh, de, de, tenzij iemand oproept tot geweld. of tot. tot hè, als, als je is tolerantie gaat aantasten. Ho, ja, ja, maar ja, ja, dat, ja. dat is niet meer rechtvaardig. Nee, dan kom je weer terug op die kernwaarde. En nee. rechtvaardigheid. Dan kan je ergens in de verte in nog laten. wel begrip hebben voor het feit. dat diegene vast een hele nare jeugd heeft gehad. Maar. En uh, <laughs> ja, nee. had Adolf Hitler misschien ook ergens. <laughs> nee, ja, maar dat, dat wil niet zeggen dat. Nee, nee heel om het even heel, ja. heel, heel, heel uh, zwaar te trekken. Ja. Je hebt natuurlijk. Je, je, je hebt natuurlijk een bepaald goed en slecht ergens. Je hebt een grens. En die moet je heel duidelijk stellen. Het is niet uh, we accepteren en tolereren. Nee. Maar alles, denk ik. Dat zou niet rechtvaardig zijn. Nee. Um, maar ja, dat dat begrip, dat onderling begrip... dus hoe die band ook is ontstaan trouwens... dus vanuit de KNVB, vanuit de bond zelf ontstaan... van we gaan een statement maken. En dat was toen met Qatar. En Nederlands Elftal staat daar helemaal achter. En dat werkt. Mm -hmm. Genie Wijnaldum geen... ja. en Frenkie de Jong... met een zwarte en witte hand naast elkaar... met een armband om. Boom. Bam. Dat ja. is een statement. Het ja, ja. komt uit het hart. Die jongens ja. menen het. Ze dragen het uit. Dat werkt. Uh, uh, en dat is supersterk. Maar het daarna gaan opleggen aan anderen... en niet de discussie daarover voeren eerst... Dat werkt niet. Nee. Als er aanvoerders zijn die daar moeite mee hebben... dan moet je daar, daar, denk ik, hele goede discussies over voeren. Alleen een goede discussie voeren is super moeilijk. Ja, want je gaat toch al snel je eigen normen en waarden Ja, je gaat niet nemen. twee mensen aan de tafel... nou, gaan maar discussiëren. Nee, ja, dat, nee dat, dat zijn regels voor. Dat, dat moet je begeleiden. En dat, dat is super moeilijk. En dat ja. doe je niet via Twitter. Dat nee. doe je niet in een praatprogramma. Nee. nee. Mooi. Uh, ja, dit was ook het laatste punt trouwens, bedenk ik, met daden. Uh, en dat is het, en, en dan is je, je, je filosofie. En nogmaals, als je het boek leest en, en de, ja, de zinnetjes voor jezelf invult, dan heb je echt een beetje je eigen levensfilosofie automatisch gemaakt. Het is daarmee nog steeds, en dat is ook punt 10, je moet het doen. Ja. Maar, uh, nou ja. Het is wel een, 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 een fijne houvast. En uh, nou ja, het heeft mij echt wel wat inzichten gegeven, waarvan ik niet wist dat ik er zo in stond. Of ik was er gewoon nooit zo bewust naar op zoek gegaan. Ja. Dus dank daarvoor, Mark. Echt top. Thanks. Ja. Dankjewel. Ja, Flo, het is net uit. We ga, ik bedoel, dit is, ja, na drive blijkt het. Het is echt een soort. Concept, uh, waarvan ik denk, wat wordt de volgende? Ja, ja, ja goeie. Ja, er komt nog, als je nog een titel weet, er komt er wel een derde, een derde aan, denk ik. Die, uh, ja. die hopelijk ook heel praktisch gaat worden met, uh, met. Ik zou heel graag nog iets willen doen, zo'n socratisch gesprek. Er staan nu een oefening in, in mijn hoofdstuk, waar je dat waar je de basis kan volgen met jezelf, maar echt een goede opzet maken van een socratisch gesprek. Nou, Elke Wiss heeft het ook mooi ja. wel gedaan in haar boek. Hè, dat je dat je echt met elkaar in gesprek gaat en dat leren hoe te doen. Met groepen, met vrienden, of met gelijkgestemde, of juist niet gelijkgestemde. Ja, uh... Nou, daar vraagt de wereld ook wel een beetje om. Ja, ik denk wel dat <laughs> ja, ja, laten ja. we in die zin wat leren van de klassieke filosofen vanaf Socrates. Ik denk dat er daar uh, heel veel wijsheid al is die al bestaat. Uh, waar, als we ons erin verdiepen, nog heel, heel veel uit kunnen halen. En uh, dat, uh, dat moeten we niet vergeten. Dat moeten we leven houden. Ja, top man. Dankjewel. Uh, Graag gedaan. Echt top. Flow, uh, Mark Thijs, de linkje in de beschrijving. Uh, ik ben benieuwd wat het bij jou heeft opgeroepen. Dus laat dat vooral weten. Dit was Koekeroen, tot de volgende. Zo een groet. Hoi. Hey.